plaatsen om te beginnen nog relatief weinig mensen content op LinkedIn. Dus 1% plaatst content, 99% consumeert. Vandaag tegenover mij Michel Moussa. Een jonge ondernemer die voor zichzelf en zijn klanten tienduizenden euro's per maand weet binnen te halen door LinkedIn. Hoe Michel zijn bijzondere thuissituatie, zijn verleden en het heden bijdragen aan dit succes, ga je vandaag te weten komen. In deze aflevering van Schouders Eronder. Mijn moeder die heeft zelf een ziekte, kanker. Ze, niet alleen kanker, maar wel een zeldzamere ziekte. Dat ze 1 op de miljoen mensen heeft het, die ziekte. 1 op de miljoen? Ja. Dames en heren, welkom weer een nieuwe aflevering vandaag van Schouders Eronder. Tegenover mij vandaag weer een hele bijzondere gast, waar ik zo meteen heel veel meer over ga vertellen. Voordat we beginnen, like, reageer en abonneer. Dit is de tweede take, toen net ging het eventjes mis. Vandaar dat we een beetje in de lach zijn geschoten. Goed voor het algoritme blijven we lekker doorgroeien. Terug naar de gast van vandaag, Michel Moussa. Welkom. Ja, dankjewel man. Hoe is het? Ja, bij mij gaat het goed, man. Ja, ja, ik zei natuurlijk al, voel me lekker kalm vandaag. Ja, dus, lekker, man. Ja, mooi. Klaar om de podcast af te trappen en een mooie podcast van te maken. Ja, we gaan er wat moois van maken, man. Hey, jij bent eigenlijk, om het even lekker kort te houden over de intro van jou, de man die elk bedrijf helpt aan een wachtrij aan klanten via LinkedIn. Dat yes. Is hoe je jezelf neerzet natuurlijk. Vertel, wat doe je precies? En dan gaan we daarna kijken hoe je daar precies terecht bent gekomen ten opzichte van de start. Ja, tof. Oké, dus wat ik specifiek doe, ik help bedrijven om te groeien op LinkedIn en daar klanten uit te krijgen. En dan kun je het niet zien als gewoon simpelweg wat LinkedIn tips om daar het volks op te krijgen. Mm-hmm. Maar serieus een systeem opzetten om de hele business op te schalen met marketingteams, sales teams mm-hmm. en noem maar op. Voor wie ik dat specifiek doe, dat zijn coaches en dienstverleners. Dus niet alle bedrijven zoals e-com, et cetera. Mm-hmm. En ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Dus ik help ze dan om enerzijds, als ze minder budget hebben nu, help ik ze om zelf al die skills te leren, zoals het content creëren, zoals het converteren naar sales calls met DM's en sales zelf. Mm-hmm. En als ze dat dan, of als ze de omzet daarvan genereren of al omzet hebben, dan kan ik ze ook leren hoe ze die marketingteams en sales teams kunnen bouwen. Ziek. Ja. Oké. Okay. Hey, en specifiek voor coaches en dienstverleners? Ja, correct. Heb je, wat is daar de specifieke reden achter dat je op die niche bent gaan zitten? Het is gewoon een gouden niche, man. Dus de coaches en dienstverleners, kijk, sowieso met e-commerce, die maken vooral gebruik van Facebook ads, mm-hmm. omdat het wat hoger volume is. Coaches zijn mijn meeste klanten, vooral omdat die ook heel erg graag in zichzelf investeren en het gewoon een leuke doelgroep is. Mm-hmm. En af en toe komt er ook eens een dienstverlener langs, zoals een agency die al best wel hard is gegroeid, die zegt van, hey, werkt het ook voor mij? En dan is het een ja. Mm-hmm. Dus de meeste, ongeveer 80% van de klanten zijn coaches, vooral mm-hmm. in de B2B. Dus minder coaches die in de e-commerce zitten of start je YouTube automation business. Mm-hmm. Maar ik overigens gewoon, ik vind het ook top coaches, maar ze komen wat minder op LinkedIn af, omdat de doelgroep mm-hmm. daar wat meer gericht is op bijvoorbeeld iets als vastgoed, investeren. Gewoon leiderschap, business, marketing, ja. et cetera. Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, en wat is er specifiek anders aan LinkedIn dan voor die coaches ten opzichte van een Facebook of een Insta, wat je zegt? Oh, deze vraag vind ik leuk. Ja. Kijk, wat het grootste verschil is, vooral voor die B2B-groep. Want wat een social media kanaal, als je het mij vraagt, moet doen. Het moet nieuwe leads opleveren en de leads ook verder opwarmen. Als je kijkt naar een Facebook of Insta, als je daar een post op plaatst, vooral als je in B2B zit, dus als je B2C zit en je maakt een TikTok of een Reel, kan die wel best wel veel impressies krijgen. Mm-hmm. Maar in B2B krijg je vaak best wel weinig impressies, op Insta bijvoorbeeld en op mm-hmm. Facebook sowieso. Mm-hmm. Dus dan bereik je niet echt nieuwe mensen in jouw doelgroep. En op LinkedIn is dat wel het geval. Niet specifiek met een Reel, maar wel met een andere post. Dus als je daar een post plaatst, er plaatsen om te beginnen nog relatief weinig mensen content op LinkedIn. Dus 1% plaatst content, 99% consumeert. Op Facebook en Insta plaatst volgens mij 40% content en consumeert 60%. Wat ervoor zorgt dat je op LinkedIn makkelijker meer impressies krijgt. Mm-hmm. En de impressies die je op LinkedIn krijgt, die zijn ook gekwalificeerder. Want de mensen die op LinkedIn zitten, dat zijn gewoon bedrijfseigenaren die willen doorinvesteren. En ja, ook gewoon klaar zijn om de volgende stap te nemen als het goed voelt. Mm-hmm. Dus wat het grootste voordeel is van LinkedIn is enerzijds het grote organische bereik. En ook de gekwalificeerde doelgroep die dat bereik ziet. Mm-hmm. En het gunstige algoritme. Want als mensen op jouw LinkedIn-post een comment of een like achterlaten, dan wordt jouw post ook weer zichtbaar in een deel van zijn of haar netwerk. En dan zie je ook specifiek op LinkedIn in jouw feed, bijvoorbeeld van Daan Storming heeft deze, vindt dit interessant. Ja. Of Daan Storming heeft hier een reactie op geplaatst. Mm-hmm. Nou, als je dat ziet, is het toch een stukje van social proof. En dan kijk je ook van, hey, wat staat hier precies? Mm-hmm. Dus dat zijn wel 3 hele grote voordelen van LinkedIn. En wat daarin ook wel interessant is, want met name de coaches, die zitten natuurlijk, de coaches en de weet je die andere nou wat je zei? Coaches en? Dienstverleners, ja. Het zijn vooral marketing agencies bijvoorbeeld of een brandingbureau. Kan je aan de, of ja. een sales agency. Zulke dienstverleners kun je aan denken. Ja, want
de coaches, die hebben me, en de dienstverleners hebben met name, maar dan denk ik toch wel groot, het grote deel van de coaches, die zitten wel echt op de B2C-markt, denk ik. Met een bijvoorbeeld een YouTube automation, een e-commerce coach. Die zitten toch vaak op de jongeren die op zoek zijn naar een side hustle wat ze kunnen opbouwen. Wat ze toch sneller op Insta of Facebook aan zal trekken. Mm-hmm. Merk je daarin ook het verschil in leads voor die coaches, dat er ineens bedrijven hun gaan benaderen om bijvoorbeeld een traject af te nemen of misschien een iets in die richting? Of hoe ziet dat verschil er een beetje uit? Bedoel je dan specifiek voor die YouTube automation coaches? Of is het bijvoorbeeld als een business coach op LinkedIn iets plaatst? Ja, maar ik bedoel wel echt de coaches die B2C richten, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een Andy Bain of een YouTube automation coach of noem maar op. Goeie vraag. Kijk, voor een Andy is de ander, wat hij heeft dan een, hij leert anderen hoe ze een sales coaching of een eigen sales rep kunnen worden. Mm-hmm. Er zitten best wel veel sales medewerkers op LinkedIn. Mm-hmm. Dus voor Andy zou ik zeggen, ja, die worden ook gewoon benaderd door die leads. Ik heb ook een andere sales coach die dat heeft via LinkedIn. Dus mm-hmm. die focust zich dan vooral op sales professionals in loondienst. En die helpt ze dan aan een closer positie daarin. Dus ja, dat werkt dan wel. Heb je het echt over YouTube automation of een e-commerce business? Ik heb dat zelf nog niet getest met een andere coach die mijn traject is ingegaan. Maar dat is een wat minder. Kijk, sales is een wat hotter onderwerp op LinkedIn. Want veel mensen, ook ondernemers, zijn daarmee bezig. Mm-hmm. En e-commerce of YouTube automation is dat wat minder. Mm-hmm. Dus zoals een Andy, die zou dan wel ook benaderd worden door bedrijven van, hey, kun je mij ook helpen aan een sales rep? Dat is ja, bijvoorbeeld precies. Wel. Mm-hmm. Maar een, ja, je kan natuurlijk ook als je een YouTube automation coach bent of een e-commerce coach. Kijk, als een op LinkedIn zitten ook ondernemers die gewoon struggelen. Heel veel ondernemers struggelen. Dus als je ze dan ook daar meer kan voorhouden, als het ware, dat ze daar interesse in hebben, kan het natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar B2C zou ik denk op basis van mijn ervaring met LinkedIn gewoon aanraden om of met ads te draaien of content op Insta, TikTok en wat ze nu al gebruiken. Ja. Okay. Want hoe kijk jij naar LinkedIn in het algemeen? Is het echt, slapen mensen op LinkedIn, denk je? Slapen met nu steeds minder. Nu zie je wel steeds meer die hype opkomen van dat vooral B2B coaches naar LinkedIn toe gaan. Mm-hmm. Het, en dan vooral dat ze verademd zijn door het bereik wat ze daarop krijgen. Dus slapen ze nog op LinkedIn? Nu steeds minder. Nu begint er een beetje een opkomst te komen. Mm. Maar dat er voorlopig nog wel, ja, uiteraard. Ik zeg het ook als LinkedIn consultant. Ja, maar, tuurlijk, maar ik denk dat er nog kansen liggen. En waarom is dat? Omdat gewoon zo'n klein deel van de mensen nog content creëert. Dus als het heel erg hoog wordt, dan wordt het ook daar dat je minder bereik krijgt, et cetera. Maar ja, nu creëren nog heel erg weinig mensen content. Dus dan zeg ik ook van ja, weinig mensen die gebruiken het nog relatief gezien. Als je het vergelijkt met die andere platforms. En dat is ook mijn onderbouwing voordat er nog wel degelijk een grote kans is. Mm-hmm. Alright. Okay, en stel ik zou met de podcast naar jou toe komen en zeggen van hey, los van Insta, TikTok, YouTube, alle andere dingen, zou ik ook echt op LinkedIn gewoon echt mega willen worden en daar heel veel bereik gaan willen creëren. Wat zou ik vanaf stap 1 tot en met stap 10 bij wijze van spreken, wat zou ik moeten doen om daar, want ik post elke week dat er een nieuwe podcast online komt, maar ja, sommigen doen het goed en de ene die krijgt 5 likes of whatever. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar op LinkedIn ook echt organisch gaan groeien? Dat is een hele goede vraag, man. Ik heb zelf nog geen ander podcast brand geholpen om te schalen. Mm-hmm. En als ik zulk advies geef, dan wil ik dat het battle tested is. Dus ik zou je niet zo'n advies kunnen geven over hoe je als podcast brand kan groeien op LinkedIn. Mm-hmm. Ja. Ik kan wel het voorbeeld pakken van bijvoorbeeld een coach of een dienstverlener. Mm-hmm. Omdat vond ik snap de vraag daarin. Ja. Zullen we dat doen? Dus bijvoorbeeld doe maar een coach. Doe maar. Okay. Laten we zeggen een marketing consultant. Bijvoorbeeld die wil meer klant werven voor zijn coaching business. Oké. Okay. De eerste stap is dan natuurlijk het aanbod, et cetera. Daar helpen we onze klanten ook even mee. Mm-hmm. Dat stukje ze komen vaak bij ons voor een LinkedIn-systeem. Ondertussen is het gewoon algehele marketing. Dus dat ze ook kijken van, oké, als ik dan mijn aanbod heb, hoe verpak ik dat dan op een aantrekkelijke manier? Hoe kan ik het anders structureren in een traject bijvoorbeeld? Daar komen vaak ook hele grote winst uit. In de zin van, als iemand nu een aanbod heeft, ja, je zit zelf ook, je bent dan een sales rep voor ook andere coaches. Mm-hmm. Kijk, als iemand eerst een traject heeft van bijvoorbeeld €1200... en je kan het anders structureren naar een traject van €5000, wat ook al meerdere keren is gebeurd en dat het ook gewoon verkocht, dan is een business eigenlijk al keer 4 gegaan zonder dat je iets anders hoeft te doen. Mm-hmm. Dus daar kijken we sowieso als eerste altijd naar. Dan is het een kwestie van, oké, hoe kan je dat aanbod op een aantrekkelijke manier verpakken en ook communiceren naar jouw doelgroep? Mm-hmm. Met een B2C brand, zoals in de e-commerce, is dat makkelijk van, hey, locatie onafhankelijk werken, €10.000 per maand doet sommigen. Dat raak ik trouwens af op LinkedIn om in zulke termen te spreken. Mm-hmm. Dan is het gewoon kijken van, oké, hoe kun je dat aantrekkelijk verpakken? Laten we het voorbeeld pakken van die marketing consultant weer. Dan is het kijken van, oké, op LinkedIn, hoe kun je jouw profiel inrichten op een manier waardoor in de kopregel onder jouw profielfoto, dus dat is die zin onder jouw profielfoto, mm-hmm. als je die schrijft, dus in mijn geval is dat ik help coaches en een wachtrij van klanten, dat als jij een post
plaatst op LinkedIn en die krijgt veel impressies, dat dan jouw ideale klant die kopregel ziet en denkt, oké, ik ga doorklikken op zijn profiel. Mm-hmm. Zoals Stefan heeft bijvoorbeeld, helpt recruiters aan 2 tot 3 extra plaatsingen per maand. Stefan van der Meij, die heeft er ook gezeten voor de mensen die hem niet kennen. Ja, Stefan van der Meij inderdaad, Dus dat je die kopregel, dat is het belangrijkste stuk van jouw hele profiel, die kopregel. Dat die ervoor zorgt dat mensen, als ze jouw post zien, dat ze dan doorklikken. Maar die moeten ook voor zorgen dat mensen jouw post liken. Dus dat is niet per se dat die hele kopregel daarvoor zorgt. Maar stel je voor dat je daar iets inzet als financieel onafhankelijk zijn of moeiteloos geld verdienen. Of iets als, dat is 10.000 euro per maand. Mm-hmm. Als mensen die, stel je voor dat mensen jouw post supergoed vinden, maar ze zien die kopregel. Dan zijn er ook een groot deel van de mensen die hem gewoon niet liken. En als mensen je post niet liken of niet reageren, ga je minder viraal en krijg je minder klanten. Mm-hmm. Dus die heeft 2 functies. Dus kijk, zoals die van mij of die van Stefan, die is dan goed. Mm-hmm. Maakt die niet te overdreven. Oké, dan. Dan moet je gewoon je profiel goed inrichten. Ik kan er heel diep op ingaan, maar gewoon je profiel goed inrichten op een manier waarop jouw ideale klant doorgestuurd wordt naar vervolgstappen in jouw funnel. Dus in mijn geval is mijn mechanisme is LinkedIn. Dus de manier waarop ik mijn klanten aan resultaten help is LinkedIn. Die van Stefan van der Meij is bijvoorbeeld jobmarketing, dat hij recruiters helpt aan meer kandidaten door een methode met Facebook ads. Mm-hmm. Op je profiel wil je dan ervoor zorgen dat mensen overtuigd worden van jouw methode. Dus in Stefan's geval is het zo inrichten dat mensen, gewoon als ze zijn profiel hebben bekeken, dus ze hoeven niet meteen helemaal overtuigd te zijn van oké, ik wil dit. Maar ze moeten in ieder geval denken van oké, dit is interessant. Mm-hmm. Waarom? Als iemand op jouw profiel komt via LinkedIn, dan kun je dat ook zien. Dan staat er ook van, hey, die persoon heeft jouw profiel bekeken. En is het in mijn geval een coach, of is het in Stefan's geval een recruiter, dan kunnen we diegene gewoon een bericht sturen. Mm-hmm. Dan heeft diegene jouw profiel al gezien en is die best wel warm. Dus de eerste stap is dan het profiel goed inrichten. Dan is het vooral content plaatsen. Content plaatsen met als doel om impressies te genereren. Om zoveel mogelijk van jouw ideale klanten die kopregel te laten zien en door te sturen naar jouw profiel met jouw posts. Mm-hmm. Nou, dan wil je in principe, internationaal raden veel coaches aan om heel specifiek een niche te kiezen en wat te schrijven echt richting die persoon. In Nederland zie ik voor mij en mijn klanten, als je bepaalde posts plaatsen als weggevers. Ik weet niet of je die post kent. Dus dan is het van, hey, ik heb deze resource gemaakt, comment. En dan stuur ik je de weggever op. Mm-hmm. Dan kun je specifiek zijn. Maar met andere posts is het beter om in het algemeen richting ondernemers te schrijven. Alsof je het ziet als een dagboek richting de meeste ondernemers. Zoals een bijvoorbeeld, brief richting iemand, zeg maar. Wat je zegt. Ja, niet per se een brief, maar bijvoorbeeld 6 dingen die ik anders, of zoals een post die ik vandaag heb geplaatst. Mm-hmm. 4 pijnlijke lessen die ik heb geleerd als 22-jarige online ondernemer. Ja. Snap je? Dus dat meerdere mensen dat zien en denken, oké, dit vind ik interessant, ik geef het een like. Want als meer mensen dus een like geven of reageren, zien weer meer coaches mijn kopregel. Ja. Dus dat is heel kort en beknopt met de content. Dan vervolgens wil je of zelf de mensen die jouw profiel bekijken, of jou ook handmatig al een DM sturen, dat gebeurt ook heel erg vaak. Die wil je dan converteren met DM's. Dan heb je de sales call. En dan maak je van de potentiële klant de klant. Ja. Interessant, man. Ja, mooi. Ja, ik denk dat LinkedIn nog steeds voor heel veel ondernemers, wat je zegt, het wordt steeds iets bekender. Steeds meer mensen gaan er wel echt gebruik van maken. Tuurlijk, het is bekend, maar tussen bekend en het daadwerkelijk gebruiken zit natuurlijk best wel een verschil. En de kennis die je erover hebt, dat is wel bewonderenswaardig, man. Dat vind ik wel echt. Want je bent pas 22, hè, wat je net aangeeft. Dat is echt ziek. Ja, ik word in januari word ik 23. Ja, dus hoe lang ben je hiermee bezig nu? Met LinkedIn zelf. Dus ik plaats nu zelf ongeveer 1,5 jaar. Nou, niet eens 1,5 jaar. Ik denk ongeveer 1 jaar en 3 maanden echt op LinkedIn. Ja. Maar ik was niet vanaf het begin al meteen LinkedIn consultant. Ik was pas LinkedIn consultant geworden toen ik ook goede resultaten uit LinkedIn ging boeken. Maar nu 1 jaar en 3 maanden plaats ik op LinkedIn. Al gemiddeld 5 keer per week ongeveer. Okay. En vertel, want we hebben het al even kort over de podcast gehad. Het ondernemen heeft er al best wel vroeg in gezeten. Op de middelbare school is dat allemaal een beetje begonnen. Vertel wat meer over je verhaal, man. Hoe is dat allemaal zo ontstaan en waarom ben je gekomen waar je nu staat? Ja, interessant, man. Ik was gestart met ondernemen uit onzekerheid dat ik toch iets wilde bereiken. Mm-hmm. Ik mezelf wilde laten zien dat ik wel iets waard was en wat kon bereiken. Op mijn 20ste, 2,5 jaar geleden. Ja, op mijn 20ste. Daarvoor, hoe dat is gekomen dat ik die hele drang had, was op de middelbare school. Dus toen begon voor mij de fase waarin ik dacht van, hey, horen krijg ik wel bij? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel een aantrekkelijk persoon? Ben ik wel grappig genoeg? Nou, al die overtuigingen. En wat vinden eigenlijk anderen van mij? Maakt me niet iets te druk om wat anderen van mij vinden. Mm-hmm. Maar toen ik die gedachtes had, dacht ik dat dat raar was, dat ik die gedachtes had. Mm-hmm. Want ik had toen wel een aantal, ik was toen, nou, je kan zeggen 14, daarvoor was altijd gewoon alles helemaal prima. Wel een keer een periode gehad dat ik het gevoel had dat ik gepest werd, wat impact had gehad. Wat misschien ook geleid heeft tot die gedachtes, als ik het nu zo bedenk. Mm-hmm. Maar op dat moment was het dus dat ik die gedachtes had. En
ik begreep er niks van. Ik dacht toen dat er echt iets mis met mij was. Want ik had er af en toe wel over met bijvoorbeeld vrienden of mensen die ik kende. En dan had het er bijvoorbeeld over van, hey, maakt het jou eigenlijk uit wat anderen, of denk je wel eens over na wat anderen van jou vinden? En dan zei iedereen altijd natuurlijk van, nee, mij maakt dat helemaal niks uit. Nee. En toen zei ik natuurlijk ook mee van, ja, maar mij ook niks uit. Maar ondertussen kwam je dan, of dan fiets je terug van het avondje bier drinken of iets in die richting. En dan dacht je wel van, ja, maar fuck, is er niet iets mis of iets in die richting? En steeds als ik dus zo'n negatieve gedachte kreeg, dacht ik dat er iets mis was. Dus ik dacht dan zelf van, hey, heb ik mentale klachten? Ben ik zelf, of gewoon in het algemeen, heb ik een bepaalde psychologische, in het Engels personality disorder als het ware. Mm-hmm. En toen ging dat alles maar door. Dat heeft gewoon jaren gespeeld. Dus ik heb toen ook niet op YouTube iets opgezocht of gegoogeld. Daar was ik toen niet zo mee bezig. Ik was toen meer bezig met gamen in mijn vrije tijd. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment ging het zo ver dat ik maar 2 uur per dag aan energie had ongeveer. Dat ik echt een stukje de... Als je kijkt van een schaal van 1 tot 10 met depressieve klachten / gevoelens. Dus een depressie is nooit of een depressie of geen depressie. Ja. Naar mijn mening, het is altijd ergens op de schaal. Had ik voor mijn gevoel wel dat ik die schaal van de 7,5 zat. Dus ik had geen gedachten over zelfmoord of iets in die richting. Maar ik was gewoon zo altijd in mijn hoofd als ik ergens kwam. Sociale angst ontwikkeld door al die overtuigingen. Mm-hmm. Het stukje de... Als ik thuis zat, nou dan het eerste uur, elke dag nam ik weer voor om goede dingen te gaan doen. Maar dat lukte dan ook nooit. Ja, dat hebben natuurlijk meer mensen. Maar vooral die sociale angst dan. Dus toen zat ik op de middelbare school ondertussen, HAVO en VWO, ook heel erg veel ziek thuis gebleven, ziek thuis gemeld. Of ziek gemeld. Gewoon puur omdat ik bijna geen energie had. Dus dan zat ik in de klas en dan kon ik gewoon zo lastig de focus erbij houden. Omdat er gewoon de energie simpelweg er niet was. En dus docent op school die dacht ook van ja, hij meldt zich een beetje overdreven ziek. En het was een stukje bescherming als het ware daarin. Mm-hmm. En doordat ik me toen dus ook ziek meldde en bijna niks deed thuis, kwam op een gegeven moment ook de overtuiging van, hey, ik ben ook een lui persoon. Wat er toen leidde. Dus ja, als je continu jezelf herhaalt, nou, ik ben lui. Dan word je ook vanzelf lui. Ja, ik was echt lui, man. Mm-hmm. Dus toen ik startte met ondernemen, was ik ook maar, ik zal zo meteen dan even vertellen hoe ik ben gestart. Mm-hmm. Maar dan kon ik ook maar 2 uur per dag werken in eerste instantie. Dus als ik dan 2 uur per dag werkte, dan was ik gewoon helemaal back-off. En het laatste uur van die 2 uur was dan ook gewoon een video kijken uit een cursus. Mm-hmm. En het eerste uur was echt even aan de slag gaan. Dus in mijn geval toen met een marketing agency. Mm-hmm. Dus was het even aan de slag gaan met of bijvoorbeeld een funnel bouwen of een websiteje bouwen voor jezelf. Iets in die richting. Mm-hmm. Nou, in ieder geval toen dus die periode gehad. Uiteindelijk rond mijn 18e dan wel begonnen met, of 17, 18, wel begonnen met zelfontwikkeling. Ik ook dacht van, hey, toen ik de eerste keer begon te googelen van, hey, iets als, had ik met Jaren ook over, van how to become more confident of iets in die richting. Toen in de rabbit hole gestapt van zelfontwikkeling. In eerste instantie werden de klachten toen nog wat erger, omdat ik zo'n groot verschil zag tussen, oké, waar sta ik nu en hoe wil ik als persoon zijn. Mm-hmm. Uiteindelijk wel gewoon die pijn gebruikt als, of onbewust gebruikt als motivatie om wel te pushen. Op een gegeven moment kwam ik toen op het pad van ondernemen, daarmee gestart. Toen als marketing agency, dat heb ik 2 maanden gedaan. Toen was ik daarmee gestopt, omdat het me toch iets meer moeite kostte dan ik dacht. Toen opnieuw weer de overtuiging van, hey, ik ben een lui persoon, want ja, dit kost me te veel moeite, et cetera. Mm-hmm. Want ik dacht, nou weet je, ik ben nu wel bezig geweest met zelfontwikkeling 2 jaar. Ik heb al wat stappen gemaakt, ondanks dat ik niet heel hard kan werken, et cetera. Ben ik nu wel wat meer bewust van die gedachten, dat het normaal is dat meerdere mensen dat denken. En heel veel mensen die hebben dat niet. Ik dacht, ik wil me hier meer in verdiepen en ik ga zelf psychologie doen als opleiding. Mm-hmm. Dus ik had zelf HAVO en VWO afgerond. Ondertussen in dat jaar daarvoor had ik ook 2 maanden, was ik begonnen aan een opleiding van economie en bedrijfseconomie. Was ik toen ook mee gestopt na 2 maanden dus. Mm-hmm. Gewoon puur omdat ik het ook niet heel leuk vond. Nou, opnieuw dus, ik maak geen dingen af, ik ben lui, et cetera. Mm-hmm. Toen marketing agency dus gestopt en gezegd van oké, ik ga psychologie doen. Nou, in Utrecht was dat numerus fixus studie, zeg maar, of die toets daarvoor gemaakt, toegelaten, kamer gevonden in Utrecht, wat echt lastig was. Mm-hmm. Dus dat was wel grappig. Ik heb achteraf mijn eerste, ik ga daar binnenkort nog een LinkedIn post over schrijven. Yeah. Mijn eerste, ik heb toen content marketing kennis als het ware, die ik nu ook heb ik gebruikt om mijn kamer in Utrecht te krijgen. Want je had toch, wil je eerst doorgaan met het verhaal? Vertel dit. Dus wat het was, je had dan heel veel van die groepen, van die Facebook groepen. Daar werden heel veel kamers. En had je heel vaak mensen die plaatsten dan een post. Van hey, ik ben zoveel jaar oud, ik ben op zoek naar een kamer. Nou, ik ben humor, ik hou van een grapje en een drankje. Mm-hmm. Dat snap je? Dan had je heel veel van dat soort berichten. Samen met, en als er dan een kamer gepost werd, kwamen er meteen zo'n 100 reacties op of zo. Dus ik dacht, ja, ik moet mezelf ook voorstellen in die groep. Maar ja, ik moet dan wel zorgen dat ik viraal ga. Want anders, als ik zo'n bericht plaats, dan komt iedereen. Ja, dan komt natuurlijk helemaal niks uit. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, wat is nou grappig?
En ondertussen, als je in die groepen zat en je liet jezelf een beetje weten of je plaatste die reacties onder de kamers, kreeg je vaak ook DM's van anderen of mensen die echt huizen hadden, maar vaak ook oplichters. Dus die dan zeiden van, hé, je kan dan een kamer in Utrecht krijgen, zo'n buitenlands iemand dan bijvoorbeeld, maar dan moet je vast een aanbetaling doen, et cetera. Dus op een gegeven moment werd ik dan benaderd door zo'n, door zo'n oplichter, nou, naar WhatsApp doorgeleid. En toen had ik op een gegeven moment door van, ja, volgens mij is dit een oplichter. Toen dacht ik van, hé, ik ga dit wel gebruiken als een tool. Mm-hmm. Dus ik ga gewoon die oplichter pranken, als het ware. En dat ga ik dan gebruiken als tool om, om in die Facebookgroep te plaatsen. Dus wat ik had gedaan, was een vrouw dan, zei ze van, of het was dan een vrouw, ik had er ook even mee gebeld. En toen wist ik het helemaal zeker, want het was echt zo'n, nou, een beetje een, ik weet niet meer precies wat voor accent het was, of een beetje Arabisch accent, mm-hmm. maar dan wel gewoon in het Engels praten ze dan. Heel krampachtig Engels, dus eventjes gebeld. Dat is met het contract. En toen daarna was ik een beetje aan het ouwe hoeren. Dan was het iets van, ze zei, ja, er zijn wel meerdere kamers. Ik zei, is er ook verwarming? Ze zei, ja, wel verwarming. Nou, zeg ze maar, kan ik dan niet in de winter bij jou in bed slapen? Want dan heb ik het lekker warm. Weet je, vroeg ik ernaar. En toen zei ze op een gegeven moment van, nou, ik weet niet. Ze zegt, nou, ik ben heel erg warm en ik snurk niet. Weet je, zei dat soort dingen. En toen op een gegeven moment blokkeerden ze me. Maar ja, toen gebruikte ik die screenshots. Dus had ik dat de screenshots gemaakt. Van, ja, maar af en toe was er ook wel een bericht in die Facebook. Dat zag ik dus viraal gaan in die groepen. Dan was het van, hey, let op, dit is hier een oplichter actief. Ja. En dit is de naam, dit zijn de screenshots. Af en toe was iemand dan ook opgelicht en dan zei hij het achteraf. Mm-hmm. Soms was het ook een waarschuwing. En die ging altijd viraal. Dus ik had dan ook zo'n bericht geplaatst van, hey, let op, er is een oprichter actief. Snap je? Dan had ik die screenshots gemaakt. Ja, ik ging een beetje bij ouwe hoeren. Lezen voor eigen plezier. Nou, ja. Dan kon iedereen dat lezen. Echt, had iets van, nou, wat is het? Dus had ik die post geplaatst. Nou, dit is het. Dit is wat ze dan doet. PS, ik zoek nog steeds wel echt een kamer. Dus, gewoon PS. Dan PPS. Ik snurk niet, want de zaak is althans niet heel hard. Binnen een uur had je een kamer. Ja, dan had ik daar een video aan de kamer gekregen, ja. Dus het had iets van 100, ik weet niet, nou, ik durf geen exact like, maar hij had in ieder geval, ging viraal in die groep als het ware. Dus heel veel mensen dan commenten, et cetera. Ja. En toen was het inderdaad al zo'n principe van, oké, nou, je moet dus mensen dus een format pakken wat al werkt, zoals die, ja, let op voor een oplichter. Humor daarin gebruiken, weet je, ouwe hoeren met die oplichter dan. Ja. En dan in de PS neerzetten van, hey, er is ook nog een PS'je van, want heel veel mensen zeiden ook van, ja, ik heb humor. Ik heb altijd zoiets van als iemand zegt van, hey, ik heb humor. Dus dat principe van show don't tell. Van, ja, laat maar zien dat je humor hebt. Dus dan dacht ik van, ja, als ik dan bijvoorbeeld in zo'n PPS neerzet van, ja, PPS, ik snurk niet. Ja, ja. Althans, niet heel hard. Ja. Snap je? En dan zie je dat daaronder, dat ik ook die gasten, ja, of die vrouw dan een beetje aan je ga hoeren. Dan denken ze ook van, ah, dit is dus zijn persoonlijkheid. Nou, die, ja, zou ik er mogelijk wel bij willen hebben, snap je? Lachen. Dus oké, dus dat was toen, zo heb ik die kamer gevonden, achteraf gevonden. Dat was gewoon een woonkamer in Utrecht als het ware. Dus deelde met één gast, hele goede gast was het ook. Nou, toen was ik daar, begonnen met psychologie. Nou, toen was ik dat 2 weken aan het doen. En toen dacht ik ook al een beetje, dus sommige stof was wel interessant. Maar ook andere stukken waarvan ik dacht van, ja, heb ik hier nou echt wat aan? Mm-hmm. Dus toen begon ik zelf na te denken. Want ik had toen wel, ik was gestart met een agency, gewoon via een cursus van Boyd. Ik zag toen wel weer wat er mogelijk was. En toen dacht ik op die opleiding na 2 weken, dan begon ik een keer na te denken van, hey, wat wil ik later eigenlijk echt met mijn leven? Dus nu was het steeds van, oké, short term. Oké, ik wil nu gewoon niet werken. Ik wil gewoon gaan studeren. Maar wat wil ik nou echt over 5 of 10 jaar? Wil ik dan een baan? Ik dacht, nee, no way, ik wil echt geen baan. Zo op die manier. Oké, want, maar wat is dan de waarde van deze studie? Dacht ik toen. Ik dacht, ja, sowieso wel, kennis over psychologie is altijd waardevol. Ja, aan de andere kant zijn ook heel veel boeken over beschikbaar. Met een stukje. Toen begon ik door te rekenen. Ik dacht, ja, als ik deze studie nu afrond, heb ik in principe een baan als psycholoog of marketeer of wat dan ook. Ik reken het toe door op €2500 per maand. Ik dacht, ja, wat nou als ik gewoon 4 jaar lang ga ondernemen en dan zou ik dan boven de €3000 per maand kunnen verdienen. Ik dacht, ja, nou, als ik 4 jaar onderneem, moet ik wel meer dan €3000 per maand kunnen verdienen. Mm-hmm. Dus toen gestopt met de opleiding psychologie ook weer. Ja, en toen was het, ja, die foto op Insta, die ken je wel. Mm-hmm. Toen, op dat moment dat ik gestopt was, toen belde ik mijn ouders na. Dat ik dus ook hiermee ging stoppen. En toen werden ze, ja, ze hebben me altijd dus sowieso echt dankbaar voor mijn ouders. Ze hebben me echt gewoon goed support, gesupport, et cetera. Maar op dat moment was het natuurlijk wel van, ja, hey, je stopt hier nu ook mee. Wat ben je allemaal aan doen? Ja, je zit nu al 2 jaar thuis. Ja, weet je. Dus toen op dat moment was die ene foto gemaakt. Dat ik ze naar mezelf wees, gewoon via Snapchat. Ik had ook nooit gedacht dat ik die überhaupt op social media zou delen. Alleen, dus toen was die foto gemaakt. Vanaf toen serieuzer gaan ondernemen. Toen dacht ik in eerste instantie van, oké. Iemand had mij toen geleerd, volgens mij Boyd, van als je zelf iets weet, je hoeft eigenlijk maar 1 stap verder te zijn dan de mensen wie je iets leert. Mm-hmm.
Ik was wel een paar stapjes verder, dacht ik, dan jongeren die echt gewoon helemaal niks kennis hadden van psychologie. Mm. Dus en dus zelfbewustzijn dat anderen ook zich druk maken om wat anderen van zich vinden. Dat ze af en toe gewoon gekke gedachten hebben, et cetera. Dus ik dacht, nou weet je, ik start gewoon mijn eigen coaching business hierin. Mm-hmm. Dus ik daarmee begonnen. Nou, en toen ik dus die, dat was vanaf eind september tot aan begin januari. Toen ik die coaching business wilde starten, want ik wist wel enigszins wat van marketing door die marketing agency, niet heel veel hoor. Maar toen dacht ik van oké, het is wel in ieder geval belangrijk, want heel veel bedrijven struggelen ermee. Ze hebben allemaal cursussen gekocht van de IMU en zo. Nou, websites opgezet, funnels opgezet, alles erop en eraan. Iets van 3 sales pages, gewoon zonder kennis van scratch aftypen, et cetera. 3 maanden mee bezig geweest. Ik heb ondertussen ook wat jongeren dan geholpen, niet per se voor geld, maar gewoon meer om ervaring op te doen, social proof op te doen, et cetera. Mm-hmm. Toen kwam ik eind december op oudjaarsdag, 31 december, kwam ik dus in gesprek met Jorn Kerkels. Ja. En Jorn die zocht toen een appointment setter. Ik wist niet wat een appointment setter was. Voor de kijkers, een appointment setter is iemand die in principe vanuit een coach of vanuit een account afspraken, dus sales calls zet door middel van DM's. Mm-hmm. En Jorn die had daar een vacature voor. En ik dacht zelf dat een appointment setter een sales rep was. Mm-hmm. Dus ik dacht dan gewoon wat jij ook doet, zeg maar. Mm-hmm. Dus nou, dat vind ik op zich wel leuk. Ik kwam zo in die call met Jorn. En hij is zo van, nee, dat is niet, dit is het niet. Ik dacht, oké. Maar ik volgde Jorn al wel een tijdje. Ik was een beetje met hem in gesprek op Insta. En toen had ik gewoon heel veel dingen voorbereid. Van, ik zie dit in jouw funnel, ik zie dit op je website. Ik heb een aantal cursussen gevolgd van de IMU, et cetera. Hun zeggen dit, wellicht is het van waarde voor je. Mm-hmm. Gewoon met echt de waarde geven intentie. Toen zei hij, wow, dat is eigenlijk wel waardevol. Hij zei, heb je hier ook een service voor? En ondertussen was ik nog wel een beetje bedrijf aan het helpen met marketing on the site. Dan dacht ik van, ja, weet je, een beetje cashflow aan de zijkant, prima. Het is ook wel leuk met Jorn werken. Dus daar dan de Jorn een beetje geholpen met zijn funnels, websites, et cetera. Toen kreeg ik een review van Jorn omdat er goede resultaten uitkwamen. En toen had ik die geplaatst voor de eerste keer op LinkedIn, Facebook en Insta. En toen uit LinkedIn kwamen er toen 2 klanten via die videotestimonial en die post. Mm-hmm. Want Jorn had nog even gereageerd van hey, thanks Michel of hey, wat dan ook. Mm-hmm. Zodat het ook zichtbaar werd in zijn netwerk. Kreeg ik er 2 klanten uit. En die 2 klanten zijn later ook 2 teamleden geworden. Dus dat was eigenlijk mijn start met LinkedIn. Ja. Ondertussen was dus die vanaf januari tot aan juni, juli, was het voor mij een beetje zoeken van oké, ja, ik help nu dan ondernemers met marketing. Ik had ondertussen gewoon infoproductbedrijven, coachingbedrijven, ook wel dienstverleners, ook wel e-commerce. Echt een beetje alle verschillende niches. Toen was het een stukje kijken van oké, waar ga ik me echt op focussen? Toen uiteindelijk ben ik gaan focussen op sales funnels voor coaches. Mm-hmm. Dus gewoon druk een voor de kijker, een bijvoorbeeld advertentie, copywriting. Dus helpen met de creatives, dus de foto's of de video's. Mm-hmm. Een websitepagina waarna de advertenties doorgestuurd worden. Dat je die goed inricht, de e-mailreeks erachter, gratis training, et cetera. Een van de klanten daarvoor was toen Stefan van der Meij. Mm-hmm. Met de Job Marketing Agency Masterclass. Ja. Dus toen vroeg hij aan mij of ik voor hem een funnel wilde creëren voor de Job Marketing Agency Masterclass. En die hadden we toen gecreëerd en dat werkte echt absurd goed. Mm-hmm. Dus dat was echt abnormaal. Dus hij had echt dat mag ik ook van hem zeggen. Hij had toen na 6 maanden, want de Job Marketing Agency Masterclass, daarvoor had hij wel een paar sales gemaakt organisch. Mm-hmm. Maar hij zocht echt gewoon een systeem van oké, hoe kan ik dit gewoon doorschalen met ads? Dan hadden we die funnel gemaakt. En toen was hij binnen, volgens mij 6 maanden, had hij een keer een 50k met de JMA Masterclass. Dat is wel aardig, ja. Ja, dat is gewoon super ziek. Mm-hmm. Dus kreeg ik daar een review van ook. En die plaats ik dan ook weer op socials. En toen kreeg ik steeds meer mijn vragen of andere vragen van hey, kun je mij ook helpen met de funnel? Kun je me ook helpen? Ja, logisch ook. Maar er waren ook heel erg veel coaches bij die wat meer startend waren. En niet per se een budget hadden voor de ads, voor alles uitbesteden, et cetera. Mm-hmm. En op een gegeven moment waren dat er zoveel dat ik dacht van ja, ik ga ook maar wat verzinnen voor die wat meer startende coaches. Want anders is het gewoon zonde. Dus ik ging toen helpen met marketing op social media organisch. Want ik kreeg daar ook al zelf klanten van. Nou, daar coaches mee geholpen. Bijvoorbeeld een Jamar, die had goede resultaten. Nog een paar andere coaches geholpen. En dan kreeg ik daar ook weer reviews van. Waardoor die, als het ware, gewoon steeds maar door en door en door groeide. Ik zag ook nog steeds, zie ik dat zo elke review of video testimonial, dan krijg ik weer 2 klanten uit of zo. Het is echt absurd. Dus die compounden allemaal keihard. Dus dat toen gedaan. Nou, toen hielp ik ze met marketing op social media. Dus gewoon organisch marketing. En om daarvoor klanten te krijgen, plaatste ik mijn posts op Insta, Facebook en LinkedIn. Mm-hmm. In eerste instantie dacht ik dat Insta mij de meeste klanten zou opleveren. Dus daar de posts schreef ik voor Insta, ik plaatste stories, et cetera. Maar de posts die ik daar plaatste, die plaatste ik ook gewoon op Facebook en LinkedIn. Mm-hmm. Dat was van augustus tot aan februari. En toen begon ik eens te analyseren van waar komen eigenlijk mijn meeste klanten uit? Toen kwam ik erachter dat LinkedIn mij 3 keer zoveel klanten had opgeleverd als Insta. Terwijl ik daar alleen feedposts plaatste en niet eens stories. Mm-hmm.
dat de klanten op LinkedIn ook 3 keer zoveel bij mij uitgaven als klanten van Insta. Mm-hmm. 3,5. Dus LinkedIn leverde mij toen 10 keer zoveel omzet op. Mm-hmm. En in de tussentijd kwamen er ook wel andere klanten bij me, zoals een Mitchell Weijerman, die in november specifiek aan mij vroeg van, hey Michel, ik hoor dat jij goede resultaten boekt uit LinkedIn. Kun je mij dat leren? Dus het was niet per se marketing op social media, maar dan marketing op LinkedIn. En nu zijn er ook steeds meer andere coaches. Mitchell is zelfs mijn top case study geworden, met echt absurd. Mm-hmm. Alleen Mitchell die zag het dus ook als een van de eerste. Ik vond het wel tof, want hij is ook degene die als eerste dat patroon zag van de Make Money Online naar Nederland. En nu zag hij ook weer als eerste de potentie. Die LinkedIn zag. Ja, precies. Dat vond ik wel heel bijzonder, man. Mm-hmm. Dus het stukje de... Toen kreeg ik steeds meer interesse in LinkedIn specifiek. En toen dacht ik van, weet je, in maart of februari ga ik hier specifiek op focussen. Echt enkel LinkedIn consulting. Om dus de principes die ik op LinkedIn heb geleerd door te leren aan anderen. Dat doe ik nu dus. Ja, daar heb ik toen heel goed mee gedraaid. En dat doe ik nu tot op de dag van vandaag. Van februari, maart 2023 tot nu dan oktober. Daar ga ik ook gewoon lekker mee door. Lekker, man. Mooi. Hey, waar ik hem eigenlijk gelijk op terug wil pakken. Dus, het begin van wat je aangeeft van je hele ondernemersjourney is dat je het gedaan hebt omdat je jezelf iets wilde bewijzen van dat je het wel kon en dat je wel goed genoeg was en dat je wel capabel genoeg was om bepaalde zaken te kunnen doen. Dat is eigenlijk voortgekomen uit een best wel jonge leeftijd wat je aangeeft. Zelfs op latere leeftijd zelfs onbewust dat je het gevoel hebt van hey, komt dat vanuit die periode. In welke mate had jij het gevoel dat je niet goed genoeg was, zeg maar? En waardoor kwam dat? Had je het gevoel dat je buitengesloten werd? Had je het gevoel dat je jongens of meiden altijd anders tegen je deden dan tegen de andere jongens en meiden van de groep? Waar kwam dat gevoel van niet goed genoeg zijn? Waar kwam dat vandaan? Ja, als je dat weer pakt, dus hoe erg het gevoel was op een schaal van 1 tot 10, dan was het wel een 8,5-9. En waar dat vooral vandaan kwam, was sociale angst. Dus dat als ik dan iemand zag op een random moment, dat het zo'n trigger gaf, dat ik op een gegeven moment, dat ik helemaal vastliep als het ware. Dat ik dus amper met mensen, ja, behalve gewoon mijn ouders, et cetera. Dus mensen, sommige mensen had je het dan niet. En dan was het maar gewoon dat ik met de meeste mensen op een random moment helemaal in mijn hoofd schoot en dan helemaal vast zat en begon te zweten als het ware. Dat was een hele heftige. Want als het dan een keer gebeurt, dan ga je dan ook weer in de loops aan. Waarom lukt het me nou niet? Is er iets mis met mij? Etcetera. Mm-hmm. Dus dat was hetgeen wat er het meest voor zorgde. En wat zijn dan die gedragingen geweest van de mensen op school die daarvoor gezorgd hebben dat het zo ver heeft kunnen komen? Of is dat, of heb je dat... Het zijn niet per se gedragingen geweest van anderen. Het was op een gegeven moment dan de... Toen ik een beetje begon met die filmpjes kijken over zelfontwikkeling, toen was er een hele grote... Ja, dan is het bijvoorbeeld, je wil grappig zijn, je wil gewoon energiek zijn, enthousiast zijn, et cetera. En dat was ik toen niet. Dus toen, op een gegeven moment approached ik elke situatie met die gedachte dat ik het niet was. Dus daarvoor was dat ook wel wat minder. Het gevoel van niet, maar die werd toen echt versterkt op dat moment. Dus toen ik echt begon met zelfontwikkeling en zag van oké, dus dit is eigenlijk wat mensen het leukst vinden. Oké, en dit ben ik nu. Ja. Dus dat was toen, dat was die periode vooral. Daarvoor niet goed genoeg. Dat had ik ook wel enigszins, maar dan was het niet een 8,5-9. Dus die 8,5-9 kun je dan denken aan de periode van 16 tot een 18. Daarvoor was het dan, nou, ik zou het zeggen, gewoon 5 en 6. Gewoon een beetje, nou, gewoon een jonge jongen die zichzelf moet ontwikkelen en een beetje kijkt van, hey, waar staat hij in de sociale hiërarchie, op de middelbare school, et cetera. Dus toen was het niet heel heftig. Toen was het wel van, hey, oké, die mensen willen niet met mij omgaan. Maar ik had wel gewoon altijd vrienden, maar dat waren dan meer van, hey, de coolste jongens van de school, waar je dan ook mee om wil gaan en op die manier. Maar toen was het minder. Dus het was concreet vooral door die sociale angst. Oké. En hoe is die bewijsdrang nu? Heb je nog steeds dat je jezelf echt wil bewijzen naar mensen of misschien wel naar jezelf? Dat is een goede vraag, man. Ik denk dat hij er sowieso nog zit. Minder nu naar... Ik wilde zeggen minder nu naar mensen. Ja, ik denk wel minder naar mensen. Het stukje de... Dit is, nu is het op dit moment meer... Dus mijn grootste motivatie voor nu is gewoon zien wat er in zit de komende jaren. Mm-hmm. Wel gewoon mensen te inspireren. Ja, wel het bewijzen dat het mogelijk is. Dat is ook een van mijn motivatie. Dus ja, is het dan... Bewijsdrang is nog steeds, denk ik, een stukje een motivatie ervan onbewust. Mm-hmm. Maar ik heb het wel onder controle. Snap je daar wat ik bedoel? Een gezonde manier, ja. Ik snap wat je bedoelt. Dus het stukje de gezonde manier, inderdaad. Ja, ja, want je zit nu, wat je ook aangeeft, je bent van 0 naar 100k maanden gegaan. Dat is een fucking zieke achievement. Wat is voor jou op een gegeven moment genoeg? Is dat staat dat gelijk aan een bedrag wat je maandelijks kan binnenhalen? Of gaat dat
gepaard met de resultaten die je kan binnenhalen, los van het geld. Met hoeveel mensen je kan helpen, met hoeveel bedrijven je naar de maan kan schalen, zeg maar. Goeie vraag, man. Voor mij is dit al genoeg. Ik heb wel eens, als je het echt gewoon puur financieel bekijkt, dat is zo'n oefening van, hey, als je dat... Oefening van Miro, of dat niet? Ik weet, welke oefening van Miro heb je het nu over? Nee, geen idee. Ik denk, je komt met de oefening. Vaak 9 van de 10 keer van de business coaches zal er wel eentje van Miro van Jurko. Deze is van Tony Robbins, volgens mij. Uit een boek van... ik heb hem niet gelezen, maar ook gehoord in een YouTube-video van dit zijn oefeningen die erin staan. Van Money Master The Game, kan dat? Dus dat is een stukje de... Oké, hoeveel inkomsten heb je nodig om je vaste lasten te dekken? Hoeveel inkomsten heb je nodig om gewoon comfortabel te kunnen leven? Mm-hmm. Hoeveel inkomsten heb je nodig om gewoon fuck you... money te kunnen leven. Dus ik heb opgeschreven voor mezelf, ja, met meer dan 25.000 euro per maand heb je, denk ik wel dat ik die fuck you kan leven, snap je? Dus daar zit ik nu eigenlijk al op. Dus daarvoor is het niet meer per se. Nu is het meer kijken van, ja, wat gewoon de, op een gegeven moment, dat zeggen ze ook wel eens over echte sportmannen die heel groot zijn geworden, dat ze minder nu het doen om de externe resultaten, of bijvoorbeeld bodybuilders die blijven sporten, maar meer gewoon om het proces zelf. Dat ze gewoon genieten van het sporten en de pijn. Mm. Dat ze genieten van het werken. Bij mij is het nu ook gewoon dat ik meer geniet van het werken, dat ik geniet van nog meer omzet of nog meer bedrijven helpen, et cetera. Mm. Dus nu is de motivatie ook een stukje, of wanneer is het genoeg, was jouw vraag. Het is genoeg als, ik wil gewoon zien wat er mogelijk is. Dus het is al genoeg. Maar ik ga wel door om gewoon omdat het leuk is. Ja, precies. Ja, okay. Dus heb je zoiets van, je wil het onmogelijk misschien daarin een beetje mogelijk gaan maken? Wat voor sommige mensen onmogelijk is, voor jou mogelijkheid maken? Dat heb je denk ik al lang gedaan met 100k in een maand, wat voor 99% van de mensen onmogelijk geacht wordt. Ja. Ja, het is een stukje de... Wat is de motivatie? Net zoals ik net ook zei, van hey, bewijzen dat het mogelijk is en anderen daarbij inspireren. Mm-hmm. Dat is wel een mooie. En natuurlijk, als je dit zo hoort, bewijzen en anderen inspireren. Ik doe het ook. Geld is ook gewoon een leuke motivatie. Tuurlijk, maar als je zo verder doordenkt, ja, anders heb je die politieke haters die zeggen, nee, maar hij doet ondertussen... Ja. Maar oké, de... Hoe heet het? Dus anderen wel daarmee inspireren. Dat vind ik heel nice. En ook mezelf inspireren. Gewoon zien van... Waar ben ik eigenlijk echt toe in staat? Gewoon een stukje je grens opzoeken, als het ware. Want ik van, hey, hoe ver kan ik het uittrekken? Hoe erg? Want ik vind het ook heel tof van mezelf. Dat is ook een grote motivatie om mezelf te ontwikkelen. Dus gewoon dan dingen nog beter leren als teammanagement, sales, marketing, delivery, noem maar op. Dat je daar als het ware heel gevorderd in wordt. Mm-hmm. Dat is ook een grote motivatie. Maar wel vooral inspireren, ontwikkeling. En dan is het eigenlijk een sky the limit, als het ware. Ja, man. Ja, keihard. Want je geeft aan wat je vindt jezelf daarin, wil je gewoon echt motiveren. Ook wat op hard times benoemd wordt, was een stukje van in je persoonlijke omgeving. Dat je daar ook gewoon heel erg dat wil gaan providen, of dat al aan het providen bent. Kun je me vertellen hoe belangrijk jouw ouders zijn in hetgene wat je nu doet? In die drijfveer die erachter zit? Goeie vraag, man. Dus het stukje op hard times, dus dat wil ik liever niet delen op een podcast, dat stukje, omdat we nog een beetje middenin zitten. Ja. Maar het stukje op hard times, op Miro, dat vond ik helemaal goed. Mm-hmm. Maar voor nu met mijn ouders daarin. Dus mijn ouders die zijn zelf wat zieker. Ik kan er wel een stukje over vertellen. Mijn ouders die zijn zelf... Mijn moeder die heeft zelf een ziekte, kanker. Mm-hmm. Ze, niet alleen kanker, maar wel een zeldzamere ziekte. Dat ze... Het zijn... 1 op de miljoen mensen heeft het, die ziekte. 1 op de miljoen? Ja, 1 op de miljoen. Het is echt absurd. What the fuck? Ja. En ze had het op een middelbare school, had ze het voor de eerste keer, toen ik volgens mij in het tweede zat. Toen had ze, dus het is een combinatie van kanker in het beenmerg, samen met zenuwbeschadiging in de armen en benen. Stukje, dus dat ze kan ook lastig lopen, ze zit gewoon in rolstoel, scootmobiel, et cetera. Kan wel kleine stukjes lopen nu. Verschilt een beetje met de periode. Mm-hmm. Nog een paar andere klachten die net wat minder heftig zijn. Dat had ze toen om een 12e of 13e voor de eerste keer gekregen. Toen heeft ze daarvoor een behandeling gehad, gewoon chemo, et cetera. Super heftig natuurlijk. En daar was ze toen uitgekomen. Dus daar is ze uitgekomen in de zin van genezen. Toen 7 jaar later, toen kon ze ook weer stukjes lopen, et cetera. 7 jaar later kreeg ze toen opnieuw. Dus ze moesten weer die behandeling ondergaan. Ook weer een stamceltransplantatie. Dat is een behandeling niet uit mijn hoofd. Maar dus de eerste keer heeft ze die gehad. En de tweede keer was ook de laatste keer dat hij volgens mij kon. En toen de laatste keer dat hij kon, was hij in eerste instantie dan genezen, dachten ze. Maar het is dus niet genezen. Dus het stukje de... Ja, nu heeft ze dan immunotherapie. Ja, dus het stukje dat het gewoon onderdrukt wordt, als het ware. En
ja, dat is nu haar situatie als het ware. Dus, maar ze is wel, dat is wel, was ook een voorbeeld. Want we hadden gisteren toevallig nog een gesprek met haar. Mm-hmm. Dat ze de. Ze heeft dan een scootmobiel, maar ze zit wel altijd te fluiten op de scootmobiel. Ze zit te fluiten en te lachen, et cetera. En soms te vragen mensen haar ook van, ja, maar hoe kan het dat je met zoveel energie op de scootmobiel zit? En zij vindt dan, want zij begint al vaak, hadden we het toevallig over, dan zei ze van, ja, ik begin al vaak over mindset, et cetera. En dan komen er wat zware verhalen. En dan zei ze van, ja, een van mijn coaches, dus mijn moeder, haar coach zei ook, dan moet je gewoon zeggen, ja, ik had vandaag geen zin om de fiets te pakken of zo. Zoiets. Ja, gewoon een grapje van maken. Ja, precies, inderdaad, ja. Man. Dus het stukje, nee, maar zij heeft ook echt gewoon, ondanks dat allemaal, heeft ze wel gewoon mijn moeder was echt gewoon, ook in die tijd dat ik stopte met mijn opleiding, mm-hmm. Zij heeft mij wel echt, gewoon mijn vader heeft me ook gesupport. Ik zou eerst de situatie van mijn vader, dan is het gewoon een stukje de. Kan ik daar wat meer vertellen over hun support, et cetera? Ja, tuurlijk. Ja, dus mijn vader, die heeft zelf een restaurant. Mm-hmm. Ik woon er ook boven nu. Hij is iets van 40 jaar ondernemer. Ik kijk echt met bewondering op naar mijn vader, man. Want hij komt zelf uit Egypte. Mm-hmm. Mijn achternaam is ook Moussa. Dus het stukje is half Egyptisch ben ik. Hij is zelf op zijn 18e is hij alleen naar Nederland gegaan. Mm-hmm. Ik weet niet precies of het gevlucht was of gewoon gegaan is. Maar dan is hij in Amsterdam gewoon gekomen. Heeft hij gewoon ergens random geslapen. Niet op straat volgens mij, wel ergens zo. Maar is hij gewoon gaan slapen. Altijd gewoon, gewoon hard gewerkt, et cetera. Ja, echt gruwelijk, man. Ja. Het stukje, heeft hij veel restaurants gehad. Volgens mij heeft hij iets van 8 restaurants gehad. Eentje in Egmond aan Zee, toen in Apeldoorn en toen in totaal nog 8. Nu heeft hij zijn laatste restaurant. En het is altijd gewoon echt top gegaan. En nu staat het zelf inmiddels in de verkoop. In verband met gezondheidsredenen van hun dus. Maar in de coronatijd werd het wat lastiger om een restaurant te runnen. Dus hij is echt gewoon een gruwelijke ondernemer ook. Mm. Gewoon keihard werken, super masculin, et cetera. Daar kijk ik echt tegen hem op. Uh-huh. Alleen het stukje in de coronatijd gebeurde het volgende. Dat was dan 2019. Toen moesten ze om te beginnen dicht met het restaurant. Kregen ze daar wel premies voor, et cetera. Maar de inkoopkosten gingen ook omhoog. Gasprijzen gaan natuurlijk omhoog. Ja. Horeca, personeel, dus koks vooral is ook lastig te vinden. En de prijzen van de lonen gaan ook omhoog. Dus eigenlijk waren dan minder inkomsten en steeds meer kosten. Waardoor het een hele stressvolle periode werd. Dat was ook de periode waarin mijn moeder de tweede keer de ziekte kreeg. Dat de vriend van mijn zusje overleed. Dus ook een jongen van 19. Jemig. En dan dat ik ook stopte met mijn opleiding. Dus mijn vader die had op een gegeven moment wel heel veel verantwoordelijkheid. Dan kreeg het wat zwaarder. Waardoor hij wat meer gezondheidsklachten kreeg. Ook goed qua duizeligheid, et cetera. Dus daar heb ik ook echt gewoon. Ik zag hem gewoon altijd zo strijden als het ware in die. Dus toen begon ik met ondernemen. Dus hij. Gewoon het stukje. Door hem heb ik echt gezien waar. Dus je ziet wel eens die verhalen van David Goggins, et cetera. Mm. Gewoon van dat stukje. Dat je echt gewoon ver kan doorzetten. Maar hij was. Toen ik dat zag, hoe hij nog doorging en werkte. Mm. Dat was echt absurd, man. Mm. Dus het stukje. Hij had duizeligheidsaanvallen, et cetera. Dus hij viel gewoon regelmatig om. Gewoon in het restaurant achter een grill. En dan ging hij toch weer. Dat was even uitrusten en ging hij weer door. Dus hij werkte gewoon. 3 jaar lang of zo had hij gewoon burn-out klachten, et cetera. Of gewoon wat meer stressklachten. Mm-hmm. In het begin, dan later werd het wat meer dan nu. Maar dan steeds nog doorwerken, man. Dus gewoon steeds gewoon het stukje om maar voor zijn gezin te zorgen. Dus dat was echt, echt absurd, man. Dus het stukje dan zag je hem opstaan, was hij echt, echt helemaal kapot. Dan ging hij werken. En dan tussen het werk door ging hij gewoon op de bank liggen. Gewoon een half uurtje ging hij weer doorwerken. Gewoon echt. En jaren, hè. Gewoon tot het. Gewoon echt absurd. Dus het stukje. Toen begon ik ook met ondernemen. Toen dacht ik ook van, ja, weet je. Het is ook gewoon relaxed als ik wat geld erbij verdien. Voor het geval dat. Dus ik heb zelf nooit hun. Of de huur, hun betalen alles nog. Ik woon thuis en hun betalen alles nog. Maar ik vond het zelf wel relaxed. Van, hey, mocht het ooit zo zijn, dan. Kan ik ze eventueel helpen daarmee. Wil je wat teruggeven? Ja, niet per se teruggeven, maar meer ook. Ik probeer ook wel in die zoonrol te blijven als het ware. Dus wel gewoon eventueel lenen of wat dan ook. Of gewoon wat teruggeven, graag. En dat is dus de situatie van mijn vader en moeder. Dus mijn vader gaat nu wel, toevallig, daar ben ik echt blij om. Het restaurant staat nu inmiddels in de verkoop. Mm-hmm. Dus wegens die redenen dat met mijn moeder wat minder goed gaat. En mijn vader dus ook, hoe heet het, een stukje die duizeligheid. Dat is vooral het irritantste voor hem. Want hij zegt van, ja, gewoon wat stressklachten. Daar kan ik dan werkelijk wel doorheen. Maar vooral dat hij af en toe duizelig is en dan kan vallen. Dat is het hele. Kan gewoon gevaarlijk zijn. Helemaal als je wat je zegt, als hij in de keuken staat. Exact, je weet wat er gebeurt. Exact, ja. Dus hij. Wat is het? Maar goed, dus dan. Kijk, dat is nu de restaurant staat nu in de verkoop dan. Dus en dan gaan we binnenkort. Ik weet nog niet precies wat we daarna gaan doen. Maar het komt helemaal goed in ieder geval. Dan het stukje, dus mijn moeder over de support van in de tussentijd. Dus zij was echt gewoon. Mijn vader supportte me ook. Maar ja, hij was dus uit Egypte gekomen. Om zijn kinderen, et cetera, hier een goede toekomst te geven. Mm-hmm. Nou,
En dan stopte zijn zoon twee keer met een universitaire opleiding. Dus dat is natuurlijk gewoon minder. Op dat moment dacht ik dus ook dat mijn vader mij in eerste instantie niet supportte daarin. Dus ik sprak hem toen ook de eerste maand dat ik gestopt was met de psychologie in Utrecht. Je merkte ook gewoon dat er continu een beetje spanning was. Dus dan, ik was al bezig met ondernemen. Hij zag wel dat ik hard werkte, alleen achter de laptop. Maar echt iets uit was ook nog niet het geval. Toen had ik op een gegeven moment een gesprek met mijn moeder daarover. Toen zei ik van ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat hij me niet echt support. Toen zei ze, ik denk dat hij jou wel support. Dus ik zei, nou, hoe zit dat? Hij zegt van ja, want heb je hem ooit iets horen zeggen of klagen tegen jou? Zo nee. Ik zei, ja, dat is zijn manier. Wat, kijk, stel je voor, Michel, dat jij het zo lastig vindt dat je zo dat doet. En ondertussen laat je hem wel gewoon zijn gang gaan. En je bent hem niet tot last of wat dan ook. Dat is toch een mega support. Dan dacht ik, ja, fuck. Hij moet ook, het is maar hoe je het bekijkt. Ja, ja. Echt, hè? Dus toen daarna keek ik meteen ineens anders. En toen, nou, dus hij ondertussen. Maar mijn moeder echt altijd van, nou, mijn moeder was echt gewoon altijd support. Gewoon een stuk van, ik geloof erin. En, supergoed dat je dat doet. En ja. Ik denk dat het een goede keuze is. En je bent gewoon bezig. En gewoon het stukje er altijd. En toen op een gegeven moment het stukje, toen had ik de eerste keer een sales coach gekregen. Of een jongen die, dus was ook één klant van mij geworden. Die hielp me toen ook een beetje met sales. En toen was het op een gegeven moment, was echt een van de beste momenten uit, misschien wel mijn leven. Dat was het stukje, hij liet me een opleiding of een oefening doen. Waarin hij de vraag dat je moest stellen, van hey, dat je een andere de vraag stelt van, hey, als je mij zou zijn, waar zou je dan trots op zijn? En die stelde ik toen aan mijn vader ook. Hij zei van, ja, ik zou wel echt trots zijn, dat was in maart dan, ik zou wel echt trots zijn op wat je hebt bereikt, over dat je hard werkt en dat je ook er voor ons bent in het restaurant als we je nodig hebben, en dat je altijd vrolijk bent. En, en toen dacht ik echt, holy shit. Dit is dus de support waar je naar op zoek was. Ja, maar niet per se de support, maar meer gewoon, fuck, hij is gewoon echt trots. Ja. Dus dat was echt wel een stukje, ja, toen was het, ik zat echt gewoon de rest van de dag van, wow. Gewoon, maar niet per se dat hij, want hij was altijd gewoon heel aardig, maar ja, gewoon een stukje, ik had die vraag nooit gesteld of iets in die richting. Nou, en toen ondertussen was het dan maar, toen begon ik wel wat tractie te krijgen met het ondernemen. En ja, nog steeds supporten ze me echt supergoed. Dus mijn vader die runt gewoon het restaurant nog steeds door. Nu wel met vooral personeel zijn we alleen in het weekend open. Om ook de druk wat meer af te laten nemen daarin. En ja, mijn moeder die support gewoon echt vanaf het moment dat ik ben gaan ondernemen. Ze support me echt in zoveel. Dus het stukje dat ze kookt. Nu op dit moment maakt ze ook bijvoorbeeld maakt ze mijn lunch bijvoorbeeld echt super lief. En gewoon allemaal dat soort dingen. Dus ja, echt heel blij mee, man. Dus mijn vader, ik heb ook nooit zo over gepraat op een podcast of zo, maar mijn vader zie ik meer, of mijn moeder ben ik gewoon echt ontzettend dankbaar voor dat ze gewoon enerzijds altijd die emotionele support heeft gegeven en ook nu dat ze echt gewoon, hoe heet het, gewoon echt bijna alles wel voor me doet om ervoor te zorgen dat ik gewoon meer kan werken en mijn business kan laten groeien. Ja. En mijn vader in de zin van gewoon het masculine voorbeeld als het ware. Gewoon, en hoe hard je kan werken zonder dat je omvalt. Als het ware. Ja. Hij viel wel om. Maar zelfs toen kon hij nog werken als het ware. Dus dat vind ik echt wel gruwelijk. Gewoon die, heel, heel blij met mijn ouders, man. Ja, doet je ook echt wat, hè? Ja, zeker. Ja, mooi, man. Mooi voorbeeld. Ik denk als je zulke supportive ouders hebt, zonder dat je het misschien in het begin zelfs door hebt gehad, dat je pa ook echt supportive was. Ja, dat is belangrijk, man, voor jonge gasten of jonge meiden die willen gaan ondernemen. Want echt heel veel van de jonge lui die hebben niet die supportive ouders en die gaan daardoor dus ook niet de stap maken om te gaan ondernemen, omdat ze niet die support voelen vanuit hun ouders. Dus mag je dankbaar voor zijn, man. Ik heb het zelf ook altijd gehad. Mijn ouders zeiden ook altijd, doe maar je ding. En dan vanuit daar zie je wel of het lukt, ja of nee. En als het niet lukt, ga je wat anders doen. En als het wel lukt, dan heb je het gehaald wat je voor ogen had. Exact, dat zijn mooie man. Dingen, man. Ja, het is echt prachtig. Hey, wat ik ook gaaf vind, is wat je zegt van, hey, weet je, je wil eigenlijk binnen je bedrijf wil je alles goed kunnen gaan beheersen. Een stukje sales, een stukje teammanagement, structureren van je bedrijf, daardoor ook steeds meer doorschalen. Zie je vanuit daar ook een volgende stap van niet alleen LinkedIn, maar dat je misschien ook gewoon echt grote corporates zou gaan kunnen consulten op een bepaalde manier, zeg maar? Leuke vraag, man. Ik vind zelf, in het algemeen, in mijn ervaring voor nu, vind ik werken met corporates minder leuk. Maar ik heb niet met heel veel corporates nog gesproken dan met bijvoorbeeld een coach als een Miro. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik vind het zelf wel echt gewoon gevorderde, zware coaches zoals een Mitchell en een Miro, et cetera. Maar ook gewoon meer de startende. Want vaak zie ik dat, kijk, corporates zijn ook wel bezig met zelfontwikkeling. Maar coaches zitten natuurlijk gewoon continu middenin. Mm-hmm. Dus het is echt een hele leuke doelgroep om mee te werken, man. Dus als ik ook kijk naar het stukje dan voldoening en dat vind ik denk ik de, of ja, voldoening en een stukje bezieling daarin. Mm-hmm. Dan vind ik, heb ik niet per se de ambitie om echt corporates te gaan coachen daarin.
wel gewoon echt de zware of gewoon grote coaches. Van de zware coaches binnen. Ja, zou je ook wereldwijd willen of dat niet? Ja, zou een optie zijn. Zou een optie zijn. Niks. Als het logisch, als het de volgende stap, ik wil gewoon eerst alles uit Nederland halen. Mm-hmm. En als Nederland dan op een gegeven moment capped is, dan ga ik wereldwijd. Ja, precies. Dus het is echt stapje voor stapje waar je naar kijkt. Ja. Is gewoon het, want ook als je meer autoriteit hebt in Nederland, ga je ook weer makkelijker die stap maken naar wereldwijd. Ja. Op die manier, man. Ja. Ik wil wel op een gegeven moment uitbreiden van, ja, ik doe het nu ook al. Alleen, we verpakken het nu als LinkedIn. Waarom? Of ja, we zeggen ook wel duidelijk wat we voor de rest doen, maar aan de voorkant is het LinkedIn consultant. Mm-hmm. Stel je voor, we zeggen van, hey, we helpen andere coaches en consultants met de marketing en salesstrategie en dat hele stuk opschalen. Kijk, als je dan bijvoorbeeld een Miro hebt, denk ik van, ja, Michel, jouw marketing is, ja, op zich, misschien zou je wel denken van, hey, tof nu, omdat ik nu ook wel veel draai. Ja. Maar in eerste instantie is het ook van, ja, maar je draait minder dan ik bijvoorbeeld. Dus, ja, nee, sowieso. Ja. Ik denk dat je met LinkedIn ook juist een USP hebt ten opzichte van alle andere social media marketing agencies, dat je gewoon een specifieke richting opgaat en dat je tuurlijk dat je alles erbij kan pakken. Want ik zie dat ook bij Senna, die ook hier heeft gezeten, van die focust zich echt op TikTok. Maar goed, als klanten willen dat ze ook Insta en Facebook erbij pakken, kunnen ze dat ook doen, omdat ze weten hoe dat spelletje werkt. En dat is precies hetzelfde met LinkedIn natuurlijk. En helemaal omdat je daar ook ervaring in hebt. Ja, exact, man. Ja, dus we doen nu vooral, het hangt ook een beetje vanaf hoe groot de coach of consultant is. Zoals een Mitchell van Miro heb ik wel vooral. Ja, Miro heb ik niet geholpen met Insta nog. Maar Mitchell is bijvoorbeeld ook van, hey, plaats het ook even op Insta. Of stel het even zo in. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld andere coaches met e-mail marketing of upsells. Of hoe structureer je jouw delivery om er ook de meeste upsells uit te halen. Ja. Nou, allemaal dat soort dingen. Dat is allemaal, ja, vind ik ook altijd allemaal rete interessant. Gaaf. Mooi, man. Hey, want kijk, we hebben natuurlijk nu even je journey daarin besproken. Van hoe het allemaal gegaan is. Hoe je in Utrecht aan de kamer bent gekomen. En, mooi verhaal. En nog veel meer. Ja, nee, gave dingen. Wat is vanuit die fase in je gele journey het schouders eronder moment voor jou geweest? Dat je echt dacht van, hey, fuck, nu moet ik echt even die schouders eronder gaan zetten. Dat was het ene moment waarop ik dus die foto had gemaakt. Mm-hmm. Dus toen ik echt net was gestopt, toen ik in Utrecht op dat bankje zat. Echt gewoon zat te huilen omdat mijn vader, zeg maar, ook wel boos werd. En terecht, achteraf ben ik ook heel dankbaar geweest dat hij zo boos was. Mm-hmm. Want die pijn zorgde er ook weer voor dat ik meer motivatie had om hard te werken. Mm-hmm. Want weet je nog, daarvoor zei ik van, hey, ik kan 2 uur per dag werken. Doordat hij toen best wel boos werd, en terecht ook, kon ik ineens 8 uur per dag werken. Mm-hmm. Want gewoon zo in het begin. En toen ik dat een paar weken had gedaan, was de habit er. Dus dat was echt een hele chille, of ja, achteraf. Okay, wat was het schouder eronder moment geweest? Dat was het eerste schouders eronder moment. Het tweede schouders eronder moment was een moment waarop ik had toen ondertussen die agency. Dat was in maart 2022, dus 1,5 jaar geleden. Ja. Toen bouwde ik op een gegeven moment ook websites voor bedrijven. En toen had ik op een gegeven moment, nou, trouwens, wat is voor jou, nou, ik maak het verhaal zo meteen af, wat is een schouders eronder moment voor jou? Nou, kijk, deze podcast die is voortgekomen uit het overlijden van mijn pa. En toen mijn pa ziek werd, was het eerste wat hij zei, hij kreeg ALS. En het eerste wat hij zei was, we gaan de schouders eronder zetten en we gaan gewoon alles eruit halen wat nog mogelijk is in de tijd dat ik ziek ben. Dus ik dacht van, hey, weet je, met deze podcast kunnen we elke podcast persoonlijk houden. Maar ook de gast zijn of haar persoonlijke verhaal laten vertellen door een schouders eronder moment uit zijn of haar leven erin te gooien. En er zo dus voor te zorgen dat je even terugblikt in deze podcast. En terugblikt naar een moment waarvan je dacht, oké, ik was nu dichtbij opgeven misschien wel. Of het gevoel van, ik heb er eigenlijk echt even geen zin meer in. Misschien moet ik wel wat anders gaan doen. Maar dat je toch door bent gegaan. En daardoor nu op het punt zit wat je, wat je bereikt hebt. Ja, het verhaal dat ik net wilde vertellen was dan met een, toen bouwde ik een website. En toen had ik er per ongeluk, omdat ik nog best wel onervaren was, voor gezorgd van bij een website, je hebt dan zo'n domein. Je hebt toch wel eens e-mailadressen zoals michel@moussaconsulting.nl. Mm-hmm. Ik wist toen niet dat zo'n domeinhost bij een website ook gekoppeld was aan de e-mailadressen. Dus ik had een bepaald bedrijf geholpen aan een nieuwe website, was ook onze buren. Maar toen ondertussen, dat is ook de sportschool waar ik ook altijd sportte, maar ondertussen was die e-mail dus afgelopen. Ja, als je bij een partij een website laat overnemen, ga je er wel vanuit dat die weten dat, maar dat wist ik toen niet. Dus er was ik had toen een weekje vakantie en toen in die week vakantie dacht ik dat hun e-mails van 15 jaar allemaal weg waren. Dus moet je nagaan, van een bedrijf 15 jaar aan e-mail. Jij dacht dat je die kwijtgeraakt had. Ja, man. Dus 3 dagen lang alles zoeken, nou, met die oude hostingpartij gebeld en dan konden ze me uiteindelijk nog terughalen.
heel veel geluk. Dat was wel echt. Maar dat was niet per se. Daarna ging ik wel gewoon weer verder als het ware. Maar dat was dan wel een beetje. Dat was wel heftig. Voor de rest, de schouders, de wondermoment. Ja, een stukje de. Ik heb regelmatig schouders. Dat is wel een keuze die ik zelf maakte. Ik investeerde zelf continu eigenlijk de omzet die ik genereerde. Want ik woon ook bij mijn ouders thuis. Heb ik ook heel bewust daarin gedaan. Zodat ik geen kosten heb. En maximaal kan doorinvesteren in andere trajecten. In skills, kennis, netwerk, et cetera. Want ik dat zie als een stuk wat je voor altijd adaptief houdt als het ware. Dus toen ik thuis... Ik heb gewoon maandag gehad waarin er bijvoorbeeld 20.000 euro binnenkwam. Maar ondertussen gewoon 35.000 euro uitging. Waardoor je negatieve cashflow had. En dat er ineens al maar heel weinig... Door investeringen. Ja, gewoon investeren. Dat je bijvoorbeeld dacht van... dit voorbeeld is dan net anders, want dan had ik het zo bedacht. Maar stel je voor, je hebt een investering met een termijn. Dus bijvoorbeeld dat je over een maand dan een termijn moet betalen van bijvoorbeeld 4K. Mm-hmm. En je gaat ervan uit van komende maand draai ik wel weer wat. Maar dan draai je net wat minder. Waardoor al die termijnen er wel weer afgaan. Ja. En je dan ook meerdere hebt. Achteraf was dat dan wel regelmatig heel erg stressvol. Dus die financiële stress, ondanks dat je gewoon goed draait... Maar ja, dat bouwt zich wel uit tot aan... Kijk, als je gewoon continu doorinvesteert in een coach als een Miro... En een... wat heb ik allemaal gedaan? Nu bijvoorbeeld ook eentje met verbaal communiceren. En storytelling, hoe je dat doet. En copywriting en marketing. En al die onderdelen. Op een gegeven moment leer je die skills zo snel. Dat het gewoon... Hormozy zei dat volgens mij ook. Dat het op een gegeven moment wordt het gewoon... Hij investeerde door in die trajecten... Totdat het hem gewoon niet meer lukte om zoveel geld uit te geven om door te investeren. Ja, de skills zijn echt... Hoe meer je die opstapelt, hoe meer dat ook in uiting gaat komen in alle vlakken van je leven. Of het nou gym is, mentale weerbaarheid, fysieke weerbaarheid, maar ook in geld, in cashflow. Want hoe meer skills, hoe meer waardevol jij bent voor een bedrijf, hoe meer je dus ook kan opleveren. Ja, easy as that. Exact. Het is inderdaad voor een bedrijf, maar dat is voor de meeste, als je ook zelf een bedrijf hebt, dan is het helemaal waardevol. Ja, tuurlijk. Want bijvoorbeeld met die copywriting, als ik dan zo... Daar investeer ik nog steeds heel erg veel in. Met mijn LinkedIn-post bijvoorbeeld. Kijk, als mijn copywriting 10% beter wordt... en mijn LinkedIn-post die krijgen... Nou, laten we zeggen... Kijk, als je copywriting 10% beter wordt... krijg je je LinkedIn-post niet per se 10% meer bereik. Maar het is dan bijvoorbeeld... Nou, ik weet niet de exacte data daarvan. Dat is natuurlijk ook subjectief. Maar ik denk wel 40%. Dus ja, dan heb je ineens een LinkedIn-post met 40% meer bereik. Ja, en dan de schaal... Dus je omzet ook weer een stuk omhoog. Ja. Dus dan op die manier investeer ik heel erg veel door in skills. Af en toe was het wel van... Oké, ik moet even normaal doen hiermee. Want het is wel... Wordt een beetje stressvol. Maar nu, dat heb ik eigenlijk gehad tot aan ongeveer 3 maanden geleden. En toen draaide ik ondertussen ook al steeds 20, 30 per maand. Dus dat was echt wel dat ik grof door investeerde. En toen op een gegeven moment werd het wel uiteindelijk de 100 maand. Ja, en dan kan je niet meer alles uit. Dan kun je niet meer alles uit. Ja, als je het heel gek maakt, dan kan het wel. Uh-huh. Dus dat eigenlijk was het voor mij continu wel een moment van... Oké, ik ga voor deze visie van investeren. Gewoon door. Even een paar maanden afzien. En dan nu, ik draai niet elke maand 100. Ik zit nu gemiddeld op 60 dan per maand. Ik hoop, ik weet niet, wanneer komt deze podcast uit, denk je? Weekje, 2 weken, zoiets. Ja, dan is het nog in oktober. Ja. Ik hoop in oktober weer een nieuwe recordmaat te draaien. Q4 goed af te trappen. Ja, Q4 goed aftrappen, inderdaad. Ja. Dus hoop ik eigenlijk weer een nieuw record te pakken daarin. Maar nu zie ik dan gemiddeld, als ik nu, laten we gewoon afgelopen 3 maanden Q3, was gemiddeld 60.000 in de maand met 60% winstmarges. Dus daar zit ik nu ongeveer op. Dat is lekker. Dan kun je alsnog lastig uitgeven op die manier. Ja, lekker man. Hey, want los van het investeren wat je dan altijd gedaan hebt in jezelf de afgelopen periode, totdat je op een gegeven moment op het punt komt dat je er niet meer tegenaan kan smijten, zeg maar. Wat zijn nog andere dingen? Want je verdient gewoon een goede boterham, 60, 100k, 100k plus in een maand met 60% winstmarge. Wat zijn dingen waar je nu naar gaat kijken wat betreft de investeringen? Is dat ook nog, natuurlijk, je zal altijd in jezelf blijven investeren, maar ga je ook naar andere opportunities kijken? Ik zit nog inderdaad de... Ik heb er ook wel zelf over nagedacht. Ik heb er wat over nagedacht. Alleen, ik weet zelf hoe het kan zijn met een podcast. Omdat ons oerbrein in het algemeen heel erg denkt van... Oké, die persoon weet daar iets van af. En ondanks dat ik nu zou zeggen van... ik kan het nu zeggen, maar ik weet er niks vanaf en doe het niet. Maar alsnog denken mensen, Michio kijkt er wel naar. Dus er zullen wat mensen... Dus ik praat liever niet over die andere investeringen, man. Gewoon puur wat andere mensen... Ik heb het zelf in het verleden wel eens gehad. Daarom ben ik er ook voorzichtig mee. Ja. Die persoon zelf, dat bijvoorbeeld een persoon was waar ik tegenop keek in business. Mm. Die ging dan hebben over investeren. En die zei, ik ben nu nog aan het kijken, maar ik kijk nu naar deze dingen. Dat ik ook ging kijken. Dat ik dacht, ik koop het. En dat achteraf miste. Ja, precies. Dat is heel bijzonder met het oerbrein, man. Dus vaak dan, als iemand ergens goed in is...
dan denken mensen soms onbewust ook dat die ook goed is op het gebied van andere dingen. Ja. Snap je? Dus bijvoorbeeld business, nou, die zou ook wel goed zijn in investeren. Of die zou er ook wel wat van af weten. En ja, op zich is het soms is het ook zo, maar soms is het ook niet zo. Dus, ja, dus je wil je dat andere mensen fouten gaan behoeden, zeg maar. Ja, exact, man. Okay. Ik zit wel nu naar andere dingen te kijken. Ja, ik ben van mezelf ook een van mijn manieren om mijn business te runnen. Dus Miro moet er ook altijd vaak om lachen. Dus een van de eerste vragen die ik hem in een sessie dan stelde was, oké, Miro, wat kan er allemaal misgaan in de komende 3 jaar? En hoe kan ik dat voorkomen? Dus ja. dat is ook mijn manier van business. Dus ik kijk altijd heel erg van, oké, wat kan er allemaal misgaan? Mm-hmm. En hoe kan ik dat voorkomen? Kijk, hoe kan ik hierbij met investeren? Ja, dus ik ben ook van, oké, ik zie van mezelf wel van, oké, wat kan er nu allemaal misgaan in de wereld de komende jaren? Mm-hmm. En hoe kan ik dat voorkomen? Dus een van de visies van Hormozis bijvoorbeeld ook, met dat hij, ja, ik zie het niet per se als Iran met zijn vader, maar hij zegt bijvoorbeeld ook heel erg vaak van, ja, je skills en zo kan niemand van je afpakken. Want toen hun uit Iran moesten, of in Iran was al hun landgoed, was in één keer op zo'n moment van tak weg. Ja. Dus ik zie zelf nu, waar ik nog steeds vooral de meeste potentie in zie, is mijn skills, mijn kennis, mijn netwerk en mijn karakter. Wat je dan altijd weer heel erg snel van, en eventueel als het omlaag gaat, keihard omhoog gaat. En ik denk ook dat als ik nu, ik ga wel een beetje kijken naar spreiding, maar nog steeds gaat het grootste deel van mijn, wat ik verdien, gewoon rechtstreeks daarin. Want er altijd, als je nu het onderdeel bijvoorbeeld hebt van verbaal communiceren nog. Nou, ik kom nu ook wat meer op podcast bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je dat dan nog beter hebt, of dan ook nog beter webinars kan voeren, nog beter gratis trainingen kan doen, compound harder dan bijvoorbeeld een investering in de S&P. Ja. Dus nog steeds doe ik veel daarin, maar ik spreid wel een beetje. Hoor, ja. Dus, Hey, en specifiek als persoon, want ik denk ook dat je anders moet zijn als je 20-30k per maand draait ten opzichte van 60 tot 100k plus maanden. Wat, los van je skills, wat heb je als persoon, wat is er ontwikkeld waardoor je dat bereikt hebt? Wat doe je anders? Zo, dan specifiek 20. Okay, ik denk dat misschien is het dan vanaf 0 leuk om te pakken. Dan hebben we, want dan is het oké, vanaf 0 naar, ik denk dat de eerste fase is van 0 naar 3. Okay, wat je dan moet, denk ik, moet doen, is gewoon een stukje doen. Gewoon een stukje. Dat is gewoon knijthard werken. Nul naar drie is gewoon hard werken. Gewoon jezelf ook op dat punt niet te veel een. Ik heb het dus af en toe ook gewoon weggecijferd voor bedrijven bijvoorbeeld. Van hey, oké, nou, ik doe extra werk. Ik doe het voor je. Of gewoon echt overdeliveren voor een goede review. Mm-hmm. Dan op een gegeven moment, dat is bijvoorbeeld 0 naar 3. Ook wel een stukje mindset, maar die maken de meeste mensen wel door. Dan is het 3 naar 10, is een kwestie van inderdaad harder werken. Dus vooral veel harder werken is bij mij een groot ding. Ik denk dat ook een hele grote was gewoon door investeren. Problemen oplossen. Oké, hoe los je dan problemen op? Nu doe ik het heel vaak met mentoren of coaches op allerlei gebieden zoals copy, et cetera. Mm-hmm. Dat je daar vooral naar kijkt. Dat je kijkt van oké, hoe kan ik mijn kapitaal wat ik heb op de beste manier besteden, zodat er ook het grootste uitkomt. Als je dan een business hebt, is dat vaak in eerste instantie op dat level het geval. Mm-hmm. Dan ontwikkelt als persoon vanaf 5 à 10 naar 20, 30 is het stukje stressmanagement. Dat was een hele grote. En het stukje overzicht behouden en rustig blijven. Mm-hmm. Kun je me meer vertellen over stressmanagement? Ik ben benieuwd wat je daar specifiek mee bedoelt. Ah, helder, heel goed. Ja. Dus wat ik heb altijd vanaf het begin, nu ook nog steeds, is een oefening die ik regelmatig doe, dat ik mezelf even de vraag stel van, oké, dit is nu mijn omzetdoel. Okay, als ik deze nou 10 keer vergroot, stel je voor, je omzetdoel is 10.000 euro per maand. Als je die dan verhoogt naar 100.000 euro per maand, welke gedachten komen er dan bij je op? Dus vaak is het dan, ik kan geen 100.000 euro per maand draaien, want, en dan komen de gedachten op. In mijn geval was het dan, want klanten willen 1-op-1 met mij zitten en dat lukt dan niet. Want ik kan die stress niet managen, want ik ben daar niet, of wat was het? Klanten, een aantal uren misschien ook. Ja, uren inderdaad. En dan kom je achter die beperkende overtuigingen die daar staan. En dan zie je eigenlijk dat ze niet waar zijn. Dus dan kun je ze tackelen. Dus bijvoorbeeld, want ik kan die stress niet managen. Waarom kan ik die stress niet managen? En steeds nu bijvoorbeeld, ik heb nu het doel, het eerste doel is 250. Dat is naar 2,5 miljoen per maand. Dat je bijvoorbeeld kijkt van, oké, maar waarom zou ik die niet kunnen halen? Dus ja, ik kan die stress niet aan. Ja, ik heb niet genoeg leiderschapskwaliteiten daarvoor. Mijn team is niet groot genoeg, et cetera. Mm-hmm. Dan ben je wel bewust van welke overtuigingen daar zitten. En heel erg vaak is stress nog steeds het komt steeds weer terug. Die stress. Dus dat is vooral een overtuiging die daarin zit. Ik heb ook zelf heel erg veel met andere coaches gepraat over stress. Van, hey, hoe doen jullie dit? Of hoe? Want ik was gewoon altijd aan het begin van mijn onderneming. Ik was helemaal overweldigd. Een paar keer op een dag even ademhalingsoefeningen van. even rustig aan. En ik zei van, ja, maar hoe doen jullie dit? Mm-hmm. Ik snapte er helemaal niks van. En dan zeiden ze af en toe van, ja, we hebben er gewoon anders naar kijken. Ja, oké, stress is goed.
Dan kijk je er zo naar. Ja, oké. Okay. Maar af en toe komt het nog steeds zo helemaal binnen. En ik dacht echt van, hoe zit dit nou? En toen kwam ik er op een gegeven moment... Op een gegeven moment werd ik wel gewoon beter en beter in. Maar ik had toen bij Jorn Kerkels had ik een traject ook. En toen performance coach. Ja, performance coach. Ja, dus hadden we een DNA-test gedaan. En het is niet per se dat alles afhankelijk is van je DNA. Maar in die test stond ook dat ik volgens mijn DNA gevoeliger ben voor stress dan 99% van de mensen die test had gemaakt. Dus ik ben van nature gewoon wat gevoeliger voor stress. Mm-hmm. En toen landde het kwartje van, oké, bij mijzelf als persoon zit dat gewoon nou eenmaal even zo. Mm-hmm. En dat was een hele grote eye-opener van, oké, dus het zit gewoon eenmaal zo en nou, deal with it. Snap je, mm-hmm. Het is niet erg dat anderen minder stress ervaren af en toe. Dan was het voor mij met stressmanagement. Dus het is vooral, oké, als die stress dan komt, of hoe voorkom je eigenlijk die stress? Mm-hmm. Eén ding daarvan is dat je, voor mij was het in ieder geval zo dat ik minder hoefde na te denken over, gedachten als, hoe zit het met mijn cashflow momenteel? Dus dat ik gewoon een overzicht maak van mijn cashflow. Oké, ik weet dat dan dat zo is. Oké, nu moet ik even iets rustiger aan doen. Mm-hmm. Een stukje een overzicht maken van je doelen. Dus wat voor mij ook heel erg heeft geholpen is een soort van tweede brein bouwen in Notion. Wat ik heel erg vaak had, had ik ideeën voor mijn business, voor mijn persoonlijke leven. En dan de hele dag voel je die overal in. Mm-hmm. En dat verdwenen ze ergens in een Google Docs bestand. En dan steeds moest ik weer opnieuw nadenken over, wat wil ik nu gaan doen met mijn leven? Hoe ga ik mijn marketing verbeteren? Et cetera. Dan heb ik een tweede bestand gebouwd in Notion. Dus dan is bijvoorbeeld, business, missie, visie, principes, et cetera. Mm-hmm. Persoonlijk leven, routines, marketing, sales, delivery. Nou, dan heb je daar allemaal subkopjes in. Dat als je iets invult, dat allemaal op één plek staat. Een stukje braindumping, zodat je niet de dingen meer in je hoofd houdt. Echt wat journal-achtig iets, braindumpen. Als er iets opkomt, gewoon gelijk opschrijven. Ja, precies, inderdaad opschrijven wat de taak is. Wat voor mij ook een hele grote was stoppen met, daarom ben ik nu ook gestopt met cafeïne. Ik heb er meerdere cycles van gehad. En op een gegeven moment had ik een beetje, Jorn, ik had het er met Jorn over, dat was toevallig ook vorige week. Ik heb een tijdje ook geen, ik heb in principe, als ik stop met cafeïne, nooit geen klachten van of zo. Als ik geen cafeïne drink, dan ben ik gewoon net zo, niet net zo energiek, maar nog steeds super energiek. Ja. Maar toch altijd was het eventjes lekker. Dus dan begin je met één kopje, dan ga je door naar twee. Ja, dan naar drie. Echt, koffie is echt mijn go-to, man. Ja, ik vind het echt fucking lekker gewoon. Is het ook, man. En dan was het op bij mij was het dan, had je eerst een tijdje niet. En dan dacht je, zoals nu bijvoorbeeld, heb ik weer die neiging van, ik voel me nu alweer lekker rustig en ontspannen. Ik drink weer een keer een kopje. Mm-hmm. Als ik dan drink ik er één. En dan heeft één op een gegeven moment minder effect. Dan ga je naar twee. Dan weer naar drie. En dan bij drie is het altijd bij mij zo. Dan krijg ik een beetje weer anxiety. Dus dan want koffie, dan neem je wel cortisol in je als het ware. Klopt. Dus dan krijg je meer stress en anxiety. Dus ik had het dan met Jorn erover. Want Jorn had op een gegeven moment een periode, ga je ook wel met hem over hebben in de podcast met jullie. Dat hij echt wat minder in zijn vel zat. En hij noemde het toen dat het paniekaanvallen of een beetje paniekaanvallen kreeg. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik heb geen paniekaanvallen of zo. Maar ik sprak hem dan zaterdag. En zei, die paniekaanvallen had ik best wel vaak. En ik zei, wat houdt het dan in? Dan zei hij van, dan had ik bijvoorbeeld op een call met mensen dat ik heel erg in mijn hoofd schoot. Bijvoorbeeld zoiets. Dus dat je zo best wel veel stress hebt. Dus als ik hier nu op de podcast zou zitten bijvoorbeeld, dat ik dan echt in mijn hoofd zou schieten. En ik dacht, ik had het de afgelopen tijd, toen ik die drie kopjes dronk, had ik best wel vaak weer op een call dat ik eventjes in mijn hoofd schoot. Dus dan kon ik nog steeds die call wel gewoon goed doen en gewoon nadenken. Maar dan merkte ik, maar hoe... Gaat iets mis. Ik dacht dus van, heb ik weer sociale angst ontwikkeld of zo? Ja. Ik dacht, nee, fuck, het is een paar jaar weg, snap je? Ja. Ik dacht van, is het toch weer terug? En toen sprak ik Jorn, hij zei, probeer te stoppen met cafeïne, een beetje mindfulness toe te voegen. Gestopt sinds, nu anderhalve week, weg. Dus ook bij mij dat ik niet te veel cafeïne, want ik merk met cafeïne zelf dat ik, je bent wat scherper, maar als er iets gebeurt, bij mij dan schiet je ook wat sneller dat je wat sneller de neiging hebt om heftig emotioneel te reageren als het ware. Dus als ik geen cafeïne drink, heb ik wat meer het overzicht en ben ik wat meer, zoals vandaag ook, ben ik wat meer kalm. Dan kan ik even wat nadenken, et cetera. Dus die helpt stress managen daarin. Ook wat een verschil is in, zijn we lang nog, ik ga op stress, maar is wel interessant voor mensen daarin. Ook een afschakelroutine, dus dat je aan het einde van de dag niet afrondt met een call, maar eventjes reflecteert. Of gewoon even rustig aandoet en aan het einde van de dag appjes beantwoord. Dan is het van 20 naar 100.000 ongeveer. Dat is het stukje, ook gewoon keihard blijven werken, stress blijven managen. Zit je vaak ook met teamleden die je daar moet managen. Ik denk ook, als ik daarnaar kijk, ik ben nog niet op het level van 20 naar 100.000. Ik zit daar iets onder. Maar ik merk, denk ik, dat daar ook wel echt het stukje komt van je tijd indelen op een manier wat de grootste money productivity tasks gaan worden. Want je hebt gewoon een bepaald max aan de dingen die je
waarvan je denkt dat die kan doen. Op het punt van wat ik bedoel te zeggen is dat je hebt... Op een gegeven moment zit er een max aan 10, 15k. Dat kan, op een gegeven moment ga je daar niet meer boven komen als je op dezelfde manier bezig blijft. Omdat je zo structured zit in je eigen agenda. En als je dat wil gaan vergroten, zul je daardoor andere dingen moeten gaan doen. En echt even die helikopterview moeten pakken om naar een 20, 30, 40, 50, weet ik veel, hoeveel per maand te gaan. Maar je moet daarin een stukje money productivity task moet je gaan opschrijven voor jezelf. Wat moet ik zelf blijven doen? Wat zou eventueel iemand anders kunnen doen? Hoe lang gaat het duren voordat ik daar een ROI op heb? Want als je mensen aan gaat nemen, zul je daar in het begin gewoon echt in moeten sturen. En vanuit daar kun je die doorschalingsfase gaan maken. Maar ik denk dat het ook, inderdaad wat jij zegt, dat is ook gewoon knijterhard werken totdat dat daadwerkelijk staat. En dan kun je inderdaad zeggen van, hey, ik ga mijn call dit dag even niet afsluiten met de call, maar ik ga reflecteren. Want dat gaat mij in the end, in de long term, gaat me dat meer opleveren dan als ik een call ga oppakken. Ja. Fantastische aanvulling, man. Fantastische aanvulling. En als je dan inderdaad kijkt wat meer naar de taken, dan wordt het steeds meer leverage op je tijd. Dus qua karakter, zeg maar, hoe dat ontwikkelt, is het vooral meer kennis of gewoon een beter zelfbeeld, beter wereldbeeld. Ik wil niet zeggen, want ik ben 22. Ik wil niet zeggen dat ik iets. Ja, ik wil niet zeggen dat ik iets van de wereld snap of wat dan ook. Maar ik meer dan eerst in ieder geval. Ja, maar je bent 22 en je weet wel wat je aan. Ik denk wel dat je, als je kijkt naar de skills, de dingen die je al gedaan hebt, wat je hebt meegemaakt, dat je voor een 22-jarige echt fucking ver bent. Echt oprecht. Dat is echt ziek, man. Mag je echt trots zijn, ik zweer het. Ja. Ja, thanks, man. Ja, thanks. Ja, of het stukje de... Als je kijkt naar de taken, kijk, in de eerste fase is dan een stukje karakter, het is gewoon continu hard werken. De taak in het begin, het belangrijkste is dan dat je een hele goede niche kiest. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook andere ondernemers waarvan ik denk van, hey, jij bent in principe een betere ondernemer dan ik in de coaching business, een gevorderde ondernemer. Of als ik jouw systemen zie, hoe jouw levering is, et cetera, vind ik jou beter. Maar die draai dan minder dan ik, omdat ik een betere niche heb. Een beter LinkedIn consulting ten opzichte van bijvoorbeeld iets in de dating coaching niche. Of een... Heb jij ook niet een betere work ethic, denk je? Dan 9 van de 10 ondernemers. Wat ik heb begrepen van Jure en Miro. Hè? Ik begreep echt dat jij, als je wakker wordt, dat het aanstaat. En dat je, als je gaat slapen, dat het pas uitgaat. Ja, dat is ook zo. Dus ik heb ook zeker een hele goede work ethic. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt internationaal naar welke coaches het meest verdienen. Mm-hmm. Dan zie je bijvoorbeeld dat er een marketing consultant of een online business. Dat je een online business starten. Die kunnen vaak wel op de 1 miljoen per maand zitten. Soms zelfs 2 miljoen of 3 miljoen de meeste. Mm-hmm. Maar je ziet bijvoorbeeld weinig dating coaches op die levels zitten. Dus dan kun je daarin wel ook concluderen dat de niches, of ze werken harder, maar dat die niches wel meer output hebben voor dezelfde input. Ja. Dus ik zit zelf dan daarin heb ik een goede niche. Dat is in de eerste fase. Ik heb ook hele goede werkethiek, dat zeker. Ja. Alleen de niche kiezen, daar een goed aanbod voor kiezen, is heel belangrijk. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste punten van allemaal. Want dan krijg je zelf daarna de meeste input voor de meeste output. Samen met de verpakking daarvan. Want je kan nog zoveel posts plaatsen op social media, op LinkedIn of wat dan ook. En als die ene kopregel minder goed is, dan bijvoorbeeld minder output. Dus dat is het belangrijkste. Dan is het content marketing toepassen, naar mijn mening, in het begin om het van de grond te krijgen als coach dan in ieder geval. Dus dan moet je dat gewoon consistent doen. Gewoon hard werken met ook de DM's erbij doen, et cetera, sales erbij doen. Dus gewoon kunnen dealen met die chaos en gewoon de visie zien van oké, dit is waar ik heen ga. Op een gegeven moment wil je ook dingen gaan uitbesteden, dus dan is het ook een kwestie van controle loslaten. Ja. Ik ben zelf ook van mening dat heel veel mensen bemoeite met controle loslaten. Ik vind ergens zelf ook dat, kijk, je hebt altijd ook wel teamleden waarbij je denkt van oké, aan wie zou ik de controle wel durven loslaten? En dan komt er altijd wel iemand uit. Dan is het probleem dus niet dat ze geen controle durven los te laten, maar dat het gewoon het teamlid niet goed genoeg is die ze aan wie ze de controle willen geven. Dus dan is het ook een stukje goede teamleden recruiten. Dat is de fase. Eerst is het goede niche, goed aanbod kiezen. Dan moet je je tanden op elkaar zetten om die content, die appointment setting en die sales zelf te doen, wat ik dus leer. Dan op een gegeven moment groei je naar 20, 30k. En dan moet je dus gaan leren om een sales team te hebben die de appointment setting voor je overneemt. Ja. Iemand die de sales calls en een marketing team die de content doet. En dan moet je dat gaan aansturen en doorschalen samen met alle klanten aan de achterkant fixen die binnenkomen en die goede resultaten blijven geven. Dus dan wordt het inderdaad meer high leverage tasks. Steeds meer met klanten ook bespreken wat nou echt de dingen zijn die hun... Dus bijvoorbeeld met mijn klanten, ik verzin af en toe nog wel een content idee voor ze. Maar de meeste klanten bij mij die komen gewoon bij mij voor, hey Michel, wat is de content strategie? Hoe gaan we mijn aanbod verpakken? Okay, hoe kan ik mijn upsell structureren? En echt die hele hoge, high leverage tasks. Dan heb ik een coach in mijn team die wat content stuk bijvoorbeeld voor ze oppakt, snap je? Ja. Dus het is eigenlijk zoals het systeem wat ik heb, zover schaal je het door. En op een gegeven moment heb je daar teamleden voor nodig. Dan moet je ook kapitaal gaan investeren om
geld eruit te krijgen. Dus nu ben ik zelf nog wel, ik schrijf nog wel deels mijn LinkedIn post zelf. Dus gewoon het afmaken, zelf in het goede tone of voice zetten, de ideeën. Maar als ik het helemaal zou uitbesteden waar ik nu ook mee bezig ben, dan zou ik zelf rond de 4K per maand besteden aan LinkedIn marketing met content. Ik vind mensen wat wel interessant. Dus met een marketingteam, zeg maar, daar heb ik gewoon een aantal mensen in één groep zitten. Dus een van mijn jongens in mijn team, die we gewoon precies, dus met Setter dan, die gewoon precies dezelfde kernwaarde heeft als ik. Mm-hmm. Samen met een copywriter en een andere copywriter. Die dan samen in een groep zitten en samen de ideeën verzinnen, de posts schrijven. En dan plaatst met Setter, die heeft dezelfde kernwaarde als ik. Dus die kan dan ook kijken van, hey, is dit Michel's tone of voice? Dat hij het dan plaatst. Dan zou ik 4K per maand uitgeven, 4-5K per maand aan LinkedIn marketing. Mm-hmm. Een ROAS hebben van, ja, nu is het 50-60K, maar op een gegeven moment wordt het alleen maar harder en harder. Mm-hmm. Dus het gaat maar door en door. Dus heb je wel een hele goede ROAS op je LinkedIn marketing. Gaat er nog wel wat af, dus het is dan de kosten van marketing zijn rond de 4K. Stel je voor, je draait dan 50-60K. Dan gaat er nog wel het sales team vanaf van 20% en nog een paar andere kosten. En dan heb je alsnog van bijvoorbeeld 50K, 20% eraf, is 10K en 4K. Zit je op 35K winst, nog iets eraf, nou, 32K winst of zo. Met iets wat echt automatisch, zo hoef je helemaal niks te doen in marketing en sales. Nee. Dus nu is de volgende stap, nou, dan kom ik even in de volgende stap, delivery doorschalen en dat zo verder opbouwen. Ziek. Dat is eigenlijk het systeem. Dus op een gegeven moment heb je andere skills nodig, zoals dat je ook niet te bang bent om kapitaal uit te geven in teamleden en mensen die taken voor je overnemen. Zodat jij zelf weer meer bezig kan zijn met klanten goede resultaten geven. Want ik zei het ook al aan het begin van de podcast. Elk klantinterview of elk klantresultaat wat ik heb, heeft gewoon weer 2 of 3 klanten opgeleverd. Als ik die dan plaats op mijn social media. Het is echt social proof op grote schaal. Mm-hmm. En de klant gaat dan ook doorverwijzen. Gewoon het record van 1 klant, die heeft gewoon 6 klanten doorverwezen. Dat is echt fucking ziek. Ja, dus dan, kijk, als je dat dan doet, dus dan wordt het op een gegeven moment ook weer een stukje van, dan kom je ook bij de 100. Nou, je wil sowieso wel goed kijken van, hey, welke klant neem je precies aan? Maar nu wordt het ook nog steeds belangrijker en belangrijker. Waarom? Want nu is de meeste revenue van mij nog frontend, omdat ik me daar het meeste op focus. Maar in deze fase wil je ook meer focussen op backend revenue, dus de upsells, et cetera. Mm-hmm. En op een gegeven moment wordt dan, weet je, je krijgt op een gegeven moment zoveel aanvragen, dat je tijd is gewoon sowieso beperkt. Dan krijg je een wachtrij, wat dus andere klanten hebben en ik nu ook enigszins, als ik niet zou doorschalen. Maar dan wil je dus enkel je tijd nog maar besteden aan klanten die ook de upsell kunnen kopen, die de grootst mogelijke kans hebben op de upsell. Snap je? Dus dan ga je op een gegeven moment alleen nog maar die aannemen, dan word je nog specifieker in je klanten en dan schaal je dat weer op die manier door. Dus dat zijn nu ook mijn volgende stappen. Gaaf. Mooie dingen, man. Ja, man. Dat zijn mooie plannen. Ja, dik. Ik denk dat we hem wel redelijk hebben, man. Ja, ik dacht dat ook. Het is wel een mooie afronding. Ja, toch? Mooie afronding zo. Nee, ik denk dat we alles wel besproken hebben wat we wilden. Althans, we hadden niet echt wat voorbereid. We gingen gewoon lekker zitten. Maar wat dat betreft denk ik dat we alles wel besproken hebben, man. Ja, ik heb er ook echt van genoten. Man. Ja? Dat was een super toffe podcast. Bedankt voor je tijd, man. Leuk dat je er was. Nogmaals, ik heb ervan genoten. En we gaan elkaar zeker nog spreken in de toekomst. Dat gaat goed komen. 100% man. Top. Thanks dan. Dankjewel man. Dames en heren, ik ga jullie bedanken weer voor het kijken en voor het luisteren. Vergeet niet te reageren, liken en te abonneren. En dan zien we jullie weer bij de volgende. Ciao.